Goedenavond en hartelijk welkom bij Undercover in Nederland. Vanavond krijgt u te zien dat het in Nederland mogelijk is een taakstraf af te kopen. Een jongen met een taakstraf meldt zich bij mij en wil de misstand aan de kaak stellen. En ik wist dat het daar gebeurde. Hoe wist je dat? Ja, omdat ik gewoon wat dingen gehoord heb, gezien heb. Met de verborgen camera laten we zien dat hij gelijk heeft. Ik spreek de fraudeur aan en dat wordt een bijzondere confrontatie. Dan geeft hij het geld? Nee, kan niet. Kan niet, is er gewoon bijgewerkt. Kan niet. Ook doe ik onderzoek naar internetoplichtster Pauline van der Ha. Ik zoek haar thuis op. Dag, Albert of Stegeman. Ik ben hier. En u weet misschien wel waarom? Dat en meer vanavond in Undercover in Nederland. Oplichters wanen zich op internet vaak veilig. Van achter de computer bedenken ze valse plannen om zoveel mogelijk illegaal geld te verdienen. Pauline van der Ha is zo'n vrouw. Ze kwam er al die tijd mee weg. Tot vandaag. Pauline van der Ha doet zich op verkoopsites voor als betrouwbare handelaar in gewilde en dure telefoons. Veel geïnteresseerden maakten veel geld over, maar kwamen bedrogen uit. Want Pauline van der Ha leverde de spullen nooit. De slachtoffers zijn razend. Ja, het is een oplichter en het is een bitch eigenlijk. Ik hoop dat het slachtoffer dit tot de lesje leert eigenlijk. Pauline van der Ha vind ik een ontzettend kutwijf en ontzettend laf. Om op deze manier mensen op te lichten, sowieso om mensen op te lichten. Pauline van der Ha vind ik een gore oplichter. Het vertrouwen op internet wat te koop is en hierdoor dus gewoon naar nul gehaald. Pauline van der Ha heeft verschillende advertenties op Marktplaats. En ik maak een afspraak om bij haar thuis een telefoon aan te schaffen. Ze woont hier om de hoek. Ik rij naar het adres van de oplichter. En twee redacteuren gaan zich voordoen als kopers. Het wordt tijd om Pauline te ontmaskeren. Hallo. Ook hoofddader Pauline van der Ha blijkt aanwezig. Nu nog proberen haar of haar man naar buiten te lokken. Deze vrouw verkoopt echt alles dat los en vast zit. Ze biedt spullen aan onder een valse naam. Maar wel zijn het steeds haar rekeningnummers en haar IP-adres waar vandaan alles verkocht wordt. De telefoon die wij bij haar kopen bestaat wel echt. En dit zijn de valse namen die ze gebruikt heeft. Anja Smit, Carla, Paula Smit, Paulina Smit, Pauline Smit, Snipper, Annette, Bram, Cisco van Bemelen, Susje. En de gebruikte e-mailadressen zijn ook talrijk. Ik zie er zeker 20. Ze heeft niet in de gaten dat al haar illegale zaakjes met een verborgen camera worden vastgelegd. Ze is al meer dan een jaar bezig en heeft in die tijd zeker 28 slachtoffers gemaakt. Ik ben benieuwd hoe ze reageert als ik haar straks confronteer. En dan komt het erop aan. Met een smoes moeten we proberen Pauline van der Ha of haar man mee naar buiten te krijgen. Wij komen er bij vrienden vandaan en die zijn gaan samen wonen, zeg maar. Die hebben, zeg maar, serviezen en zo allemaal over. En dus hadden ons dat meegegeven. Ik weet niet of het er misschien belang bij heeft. Het zit gewoon nog in de verpakking en zo. Handel, dat is normaal gesproken het toverwoord bij de familie van der Ha. Ik wacht buiten gespannen af. Het is raak. De man van Pauline van der Ha loopt mee. Het wordt tijd voor actie. Ja. Ja, draai jongens. Ja. Ach ja. Goeiedag. Ik zal me even voorstellen. Hoi. Hi. Hallo. Ik ben Alberto Stegeman van Undercover in Nederland. Ja. Bent u Carla? Carla?
Bent u Pauline? Nee. Nee, wat dan? Ja, maar u staat ook niet te boek als de oplichter. Dat is Pauline van der... Ja, die kent u die? Ja, die weet ik niet. Moet u eerlijk zijn. Kent u, ja, nee. Kent u haar? Nee. Kent u geen Pauline van der... Nee. Nee. Ik vraag het er nog één keer. Ja. Kent u Pauline van der... Ik weet niet waar je heen wil. Nou ja, ik zou heel graag met haar in contact willen komen. Omdat ja. Tientallen slachtoffers zich bij ons gemeld hebben. Ja. Zij zeggen opgelicht te zijn. Ja. Want uw vrouw, hè, want dat is uw vrouw toch? Ja, ja. Die zou die spullen ook nooit leveren. Want die heeft zij nooit geleverd. Ja, dan moet je niet bij ons zijn, hoor. Dan is uw vrouw toch Pauline? Ja. Ja. Omdat u net zei van niet. Nou ja, ik mag ook eerst even de kat uit de boom kijken. Ik moet eerst weten hoe of wat. Is ze thuis? Dat weet ik niet. Ja, dat is goed. Wel, ja. Dus. Vindt het goed als we even samen naar uw vrouw toe lopen? Ja, maar ik moet even bij die man even... Hij heeft blijkbaar niet in de gaten dat die man mijn collega is. Ik speel het spel maar even mee. Zouden wij even meneer mee mogen nemen dat we dat straks even regelen? Oké, okay, ja, volg mij. Weet u daar echt niets van? Wat wij verkopen, dan kunnen we of komen het halen of wij leveren het netjes af. Nou, dat is in echt waar. Ja. Heel veel gevallen is dat niet zo. Ja. Zeker wij daarvan. Ik heb betaald 185 euro voor de Samsung telefoon en nooit geleverd gekregen. Ik ging op marktplaats op zoek naar de Samsung Galaxy S1 voor 170 euro. Vervolgens heb ik niks meer van hem gehoord. Ik heb wel het geld overgemaakt. Ik zoek naar BlackBerry. Ik heb rond 5 euro betaald. Op dat punt hoorde ik niks meer van eigenlijk. Pauline. Ja. Kom maar even. Hallo. Hoi. Kan je me even voorstellen? Dag. Albert of Stegeman. Ik ben hier. En u weet misschien wel waarom. Ik zou niet weten. Zegt de naam Anja Smit u iets? Nee. Zegt de naam Carla u iets? Nee. Snipper? Nee. Annette? Nee. Bram? Nee. Cisco van Bemelen? Echt niet. Susje? Er zijn tientallen mensen die zich bij ons gemeld hebben. U zou telefoons aanbieden, maar u heeft ze niet geleverd, hè? Nee, ik heb echt niks gedaan. Echt. Nee, maar... Dat is een vals trucje geweest van een of ander iemand. En we hebben echt niks gedaan. Een vals trucje van een of ander iemand? Ja, en we weten wie. En, ja. Wie is dat dan? Ja, dat... Heeft u een man daarover ingelicht? Ja. Maar u wist daar niks van, meneer? Nou, nee, ik wil... Omdat... Wij hebben niks opgelicht. Dat wil ik wel eens zeggen. Nou, het gebeurt allemaal vanaf deze locatie, allemaal vanaf dit adres. Nee hoor, dat bestaat nog. De e-mailadressen, en dan heb ik het over de IP-adressen, en die zijn op adres. Dat is de meeste keren vanuit hier gebeurd. Bestaat. Is er dan iemand anders op uw computer actief? De oplichter en haar man beweren net te zijn verhuisd en zelf het slachtoffer van een cybercrimineel te zijn geworden. Wij hadden daar een router en die was niet beveiligd. We hebben nu van KPN. Hebben we een dinges en dat is automatisch niet beveiligd met een code. Oh, jullie zeggen dat iemand anders dat op jullie IP-adres heeft gedaan, maar zo weet dat niet. Ik weet het niet. Maar er worden bedrijven... Als zij van mij, via de router, op mijn dinges binnenkomen, of ze van mijn dinges afpakken, hebben ze mijn IP-adres. Een wazig, volledig verzonnen verhaal. De waarheid is dat zij tientallen mensen voor duizenden euro's heeft opgelicht. Met valse namen en e-mailadressen weten zij al jaren onder de radar te opereren. Tot nu. Al die slachtoffers die jullie maken, en dat zijn er nogal wat, die willen hun geld terug. Ja, maar kunnen we even een andere keer praten? Ik heb nu visite. Uw visite? Ja. Ja, maar kan mij, met alle respect hoor, maar ik kom hier namens slachtoffers, niet namens een of andere visite. Ja, u moet dat oplossen. Mijn visite is belangrijk. In alle eerlijkheid. Hoe kan het dan dat vanaf dit adres, vanuit dit IP-adres... En ik heb het gecheckt allemaal. Telefoons worden aangeboden die niet worden geleverd. Ik lever niks. Van dit adres. Nee, u levert niks. Dat is precies ik wat ik zeg. Ik heb ook niks. Heeft u een aantal mensen opgelicht? Nee.
niet. Heeft u nooit een telefoon aangeboden? Nee. Echt niet. Wie heeft het dan gedaan? Ik zou het niet weten. Nou, u zei net wel dat u het wist. Ja, wie mijn naam durft. Wie is dat dan? Wie heeft dat gedaan? Het is nog uit de vorige buurt. De zoveelste doorzichtige leugen. Maar ik heb het belangrijkste bewijs nog niet genoemd. En dan vallen ze overduidelijk door de mand. Al het geld gaat naar jullie rekening toe. Hoe kan dat dan? Kan je helemaal niet. We gaan nu even stoppen. We gaan even stoppen. Weet u dat wel zeker? Nou, de deur is dicht. Maar de deur gaat zeker definitief dicht voor deze mevrouw. Want de politie is al druk bezig met onderzoek. En zij kan binnenkort op zeker een bezoekje verwachten. Pauline van der Haar en haar man hebben inderdaad bezoek gekregen van de politie, maar niet voor een prettig gesprek. Pauline is aangehouden. En het is aan de rechter hoe lang zij straks achter de tralies verdwijnt. Straks na de reclame aandacht voor een taakstrafbegeleider die zich laat omkopen. Tot zometeen. Welkom terug bij Undercover in Nederland. Met aandacht voor een man die een voorbeeldfunctie heeft en veelal jonge criminelen op het rechte pad moet brengen. De man blijkt zelf een crimineel. Via onze website krijg ik een opvallende e-mail binnen van een jongen die op dat moment een taakstraf heeft. Hij schrijft dat hij tijdens het uitvoeren van zijn taken te maken heeft met corruptie en fraude. Ik neem contact op met de jongen en maak een afspraak. Hij wil mij graag ontmoeten omdat hij deze misstand aan de kaak wil stellen. We spreken af dat hij onherkenbaar in beeld komt omdat hij bang is voor represailles. Voor een uit de hand gelopen ruzie moet hij 200 uur werkstraf uitvoeren. Hoe werkt het normaal gesproken met een taakstraf? Wat moet je allemaal doen? Nou, schoonmaakwerkzaamheden. Kantine, kleedkamers, keuken. Een beetje vegen en dweilen. En waar moet dat gebeuren? Hier in Zoetermeer, voetbalvereniging. Bij FC Zoetermeer. Met hoeveel mensen zit je zo'n taakstraf uit daar? Hoeveel mensen maken schoon? Verschillend. Soms 4 mensen, soms 6, soms 8. Er zijn allemaal mensen die een taakstraf hebben. Ja. Maar volgens jouw informatie is het mogelijk om de taakstraf af te kopen. Ja. En ik wist dat het daar gebeurde. Hoe wist je dat? Ja, omdat ik gewoon wat dingen gehoord heb, gezien heb. Onze tipgever heeft geruchten gehoord dat zijn werkbegeleider zich laat omkopen door andere taakstraffers. De man zou al jaren met deze illegale praktijken bezig zijn. Maar onze tipgever zegt inmiddels zeker te weten dat zijn begeleider fraudeert. Hoe weet je zeker dat je een taakstraf kunt afkopen? Ik heb het gewoon aan hem gevraagd of we niets kunnen regelen. Hij zei, is goed. Hij zei, noem maar wat. Zei ik een bedrag. Zei die is goed. Wat moet je betalen? Een paar tientjes. Voor een paar uur. Een tientje per uur? Ja. De tipgever heeft vlak voordat hij een e-mail stuurde getest of het gerucht waar bleek. Het lukte hem inderdaad een aantal uren van zijn taakstraf af te laten kopen. De taakstraffer vindt het onrechtvaardig dat hij zijn straf moet uitzitten en dat ondertussen zijn werkbegeleider criminele activiteiten ontplooit. Dat probleem wil hij aan het licht brengen en daarom schakelt hij mij in. Hij legt uit hoe de werkbegeleider fraudeert. Ja, ik bel hem op dat ik niet kom. En hij zegt mij een tijd en een dag dat ik moet komen om het geld te geven en af te tekenen. En dat doe ik alsof ik die dag geweest ben. En die map gaat vervolgens naar de reclassering? Ja. En daar zien ze alleen maar dat je gewerkt hebt? Ja. Maar niet dat je het uiteindelijk hebt afgekocht? Ja. Er zijn meer mensen die hun taakstraf daar moeten uitvoeren. Merken die niets? Nee. Want ze missen jou daar dan toch? Ja, maar ja, ik kan ziek zijn. Hoe gaat dat dan? Want die man, die gaat over jullie taakstraf. Jullie moeten je werk verrichten. En dan wordt er in een map bijgehouden dat jij de uren hebt gewerkt. Ja. Hoe werkt dat precies? Daar staan je gegevens in en je uren. Dat wordt bijgehouden. En als je klaar bent, dan teken je uren af. En dan ga je weg. En daar is die man altijd bij? Daar is hij altijd bij. Ben jij de enige die de taakstraf daar afkoopt, volgens jou? Ik denk het niet. Het is eerder gebeurd. Misschien gebeurt het op dit moment niet, maar ik weet dat het eerder is gebeurd.
Je kent andere mensen die ook hun taakstraf hebben afgekocht bij dezelfde man? Nou, ik ken ze niet persoonlijk, maar van horen. Ik moet op dit moment afgaan op het verhaal van één tipgever. Maar om de misstand aan te tonen heb ik meer bewijs nodig. En dat lijkt haalbaar, aangezien de taakstraf nog een aantal uren heeft openstaan en graag wil meewerken aan een verborgen camera-operatie. Ik overhandig de tipgever een bodywarmer waar een verborgen camera in zit weggewerkt. Ik sluit de apparatuur aan en de tipgever kan nu bewijzen gaan verzamelen die we nodig hebben om zijn taakstrafbegeleider aan te pakken. Ik zeg, zet hem op. Ja, is goed. Ga mee? Ja, gaat lukken. Een paar minuten voordat hij zijn taakstraf moet uitvoeren, belt hij naar zijn taakstrafbegeleider die op dat moment al aanwezig is in de kantine van FC Zoetermeer. Onze tipgever meldt zich af en de begeleider lijkt wel te weten waar hij op aanstuurt. Kantine, goedemorgen. Hey, morgen Hakim. Ja. Hey Hakim, ik kom vandaag niet, ja? Ik bedoel... Ja. Ik bel alleen jou op, geen reclassering. Oké, nee, is goed, weet ik genoeg. Wanneer zie ik jou? Ken dat morgenmiddag? Kom gewoon een zondagmiddag, als je kan. Zondagmiddag, oké, is goed. Hoe ja? Ongeveer? Rond de 12 uur, 1 uur, zoiets. Oké, is goed, Hakim. Later. Nou, dat betekent dus dat je een afspraak hebt? Ja. Je hoeft nu niet te komen? Nee, ik hoef niet te komen. Morgenavond alleen geld brengen en aftekenen. En dan is het klaar. En dan denkt de reclassering dat jij je taakstraf gewoon hebt uitgevoerd. Ja. Als ik dat telefoongesprek zo hoor, dat is al heel raar. Want eigenlijk laat hij al doorschemeren, ik weet wat je bedoelt. Ja. We gaan het opnieuw regelen. Ja. En zo gaat het eigenlijk altijd? Ja. Hij weet waar het over gaat en ik weet het. Jullie weten dat het niet mag. Ja. Nou ja, nu alleen nog het bewijs op camera. Je hebt de verborgen camera al om. Ja. En daar wens ik jou heel veel succes bij. Is goed, dankjewel. Zet hem op. Ja. Onze tipgever heeft een afspraak om de taakstraf af te kopen. Gaat het hem lukken de corruptie in beeld te brengen? Hij is op weg naar de kantine van FC Zoetermeer. En de redacteur van ons programma is daar undercover in de buurt. De kantine van FC Zoetermeer is een werklocatie van de reclassering om taakstraffers te begeleiden. Vorig jaar waren er meer dan 25.000 taakstraffers in Nederland. Zij zijn veroordeeld voor bijvoorbeeld mishandeling, fraude of diefstal. Het doel van de taakstraf is om discipline, arbeidsritme en omgang met leidinggevenden aan te leren. Maar dan moeten die leidinggevenden zich wel aan de regels houden. Het is zondagmiddag als de tipgever met de verborgen camera's naar de kantine van FC Zoetermeer loopt. De plek waar hij 2 dagen eerder voor zijn taakstraf schoonmaakwerkzaamheden had moeten uitvoeren. De tipgever probeert vandaag zijn naam alsnog op de aanwezigheidslijst van afgelopen vrijdag te krijgen. En heeft daarvoor een paar tientjes meegenomen. Er is veel bedrijvigheid op en rondom het sportcomplex. Maar onze tipgever loopt stoïcijns richting de kantine. Morgen, Hakim. Rustig. Hoe is het? Goed, joh. Hakim, de taakstrafbegeleider van onze tipgever, staat achter de bar. Hij heeft kantinedienst. Verder vooral voetballers die hier vandaag alleen maar zijn om te sporten. Achter de bar ligt de aanwezigheidsmap van de reclassering. Met de namen van de taakstraffers en hun gewerkte uren. Morgen zijn wij dicht, hè? Ja. Woensdag kom ik weer. Woensdag kom ik klaar. Of ik kom of ik ga je bellen. Ja, dan is het klaar. Ja. Hakim had de telefoon uit zijn broek om te kijken wat voor datum het afgelopen vrijdag was. De dag dat onze tipgever zijn straf moest uitzitten. Verstek liet gaan, waardoor zijn uren door Hakim niet zijn afgetekend in de map. Wat is dat? Wat was het? Kijk, wanneer 26 of niet? Nee, 27. Vrijdag 27. Hakim schrijft op de aanwezigheidslijst van eergisteren ook de naam van onze tipgever. Terwijl hij er niet was. De voetballers die aan de bar zitten hebben geen idee wat er zich voor hun neus afspeelt. Dan zet Hakim zijn handtekening op de lijst. En garandeert dat onze tipgever zijn taakstrafuren heeft voldaan. En daarmee fraudeert Hakim. Iets waar nooit iemand achter komt als de taakstraffer zijn mond houdt.
Ook onze tipgever zet zijn handtekening op de aanwezigheidslijst. Die tasjes van ons hebben papier. En dan pakt onze taakstraffer geld. Ja, toch. Schattig. Hakim neemt het geld aan, onder de bar, uit het zicht van de voetballers. 40 euro voor 4 uur taakstraf. Ja toch, ik ga je laten weten, ja, of ik zie je woensdag of ik geef je een belletje, ja? Ja, is goed. Is goed, Hakim, rustig aan, ja. Zodra de tipgever heeft betaald, gaat hij weg. Er is niemand die dan nog kan achterhalen of hij zijn taakstraf heeft uitgevoerd. Het enige controlemiddel, de lijst in de map, is namelijk zojuist afgetekend. Het wordt tijd om taakstrafbegeleider Hakim ter verantwoording te roepen. Ik ben in Zoetermeer, bij de FC Zoetermeer in de buurt, om daar de man te confronteren. Een tientje per uur, dan kun je een taakstraf afkopen. Ik ga er nu naartoe. Terwijl ik onderweg ben naar FC Zoetermeer, kijkt een collega of Hakim al aanwezig is. Wij zijn vroeg omdat ik zeker wil weten dat ik hem kan aanspreken voordat hij aan zijn werk begint. De man is inderdaad nog niet aanwezig bij de kantine. Wel wordt er gymles gegeven op de sportvelden van de voetbalclub. En daarom zijn er veel jongeren vandaag. Nou, ik sta op de parkeerplaats van de FC Zoetermeer, links de voetbalvelden. En ik heb uitzicht op de ingang van de parkeerplaats. Als het goed is, komt hij niet met de auto. Hij is hier 3 keer in de week en komt dan op de fiets of lopend naar de kantine. En daar wacht ik hem op. Mij is verteld dat hij vandaag opnieuw hier zou moeten zijn. Om mensen te begeleiden die een taakstraf hebben. En op het moment dat hij eraan komt, dan ga ik hem aanspreken. Volgens de tipgever is het zelfs mogelijk om je hele taakstraf, dus honderden uren, bij deze man af te kopen. Dan ziet mijn collega Hakim richting de kantine lopen en dus richting mijn auto. Waar komt hij aan? Goeiedag. Mag ik me even voorstellen? Dag. Alberto Stegeman. Ja. Ik ben van Undercover in Nederland. Ja. En jij bent hier om wat te gaan doen? Ik ben de begeleider van taakstraf, circus in Nederland. En jij moet ervoor zorgen dat allemaal soepeltjes verloopt? Ja, dat doe ik bijna 7 jaar. 7 jaar, 8 jaar. Ik ben benieuwd of hij doorheeft waarom ik hem aanspreek, of hij iets vermoedt. En daarom stel ik nog wat algemene vragen. Hoeveel taakstraf mensen komen dan bij je? 2, 3, 4, 5, ligt aan. Elke keer anders. Je zegt er komen een x-aantal mensen komen hier een taakstraf uitzitten. Maar ik heb begrepen dat je ook hier je taakstraf kunt afkopen. Nee, kan niet. Kan niet. Dat doe ik 10 jaar. Nooit geweest. Kan echt niet. Maar dat weet je zeker? Dat weet ik zeker. Dat heeft niemand ooit bij jou gedaan? Dat heeft nooit bij mij iemand gedaan, nee. Echt niet. Niet voor een tientje per uur? Nee, echt niet. Dat is nooit gebeurd. Dus het is niet zo dat je dan naar jou toe gaat? Ja. En dat je zegt van, nou ja, weet je, bel maar op. Je gaat die taakstraf niet uitvoeren. Ja. Je krijgt een moment om naar mij toe te gaan en dan teken ik af. Ja. Nadat ik het geld heb ontvangen. Nee, dat kan niet. Het is niet zo dat jij ooit geld hebt ontvangen van mensen die een taakstraf moeten uitzitten. Nee, kan echt niet. Kan nooit, echt wel. Nee, zeker weten. Je hebt zeg maar 100%. Ja, dat je het zeker weet, maar je hebt ook nog 99,9%. Nee, twijfel je niet ergens? Nee, ik twijfel nergens ergens. Ik vind het gewoon heel vreemd. Ook niet nu ik er wat op doorga. Nu denk je niet van, nou misschien dat hij dan toch wel gelijk heeft. Nee, dat ik niet. Helemaal niet. Ik denk gewoon, ik vind het gewoon zelf heel vreemd. Dat, ik doe het heel lang, weet je.
Ik heb dat soort nooit van gehoord. Nooit, echt niet. Maar stel nu, hè, dat ik daarvoor bewijs zou hebben. Nee, je mag echt met bewijs komen. Nee, serieus. Dat is nooit geweest. Je mag voor mij echt komen met bewijzen. Dus eventjes kijken, hoor. Ben jij dit? Ja. Ja? Dat ben ik. Dat ben ik. Nee, dat weet ik, dat jij dat bent. Ja, dat ben ik. En wij... Waar heb je dit gemaakt dan precies? Dat hebben wij gefilmd hier. Ja? Met de verborgen camera. Oké. Nee, serieus. Serieus, ja. Ja, dat je een taakstraf kunt afkopen, hebben wij gefilmd op verborgen camera. Nee, ik ken nooit. Echt niet. Het dringt maar niet door tot Hakim. Hij heeft zojuist foto's gezien van het verborgen cameramateriaal. En nog blijft hij ontkennen. Maar als ik zeg van we hebben het gefilmd. Ja. We hebben het bewijs dat jij het geld aanneemt. Ja. We hebben het bewijs dat jij aftekent. Ja. Nee, je mag echt met het bewijs komen. Maar hoe kun je dat dan ontkennen? Nee, ik kan gewoon niet. Maar jij bent dat niet. Ja, ik kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet wat je zegt. Nee, serieus. Echt, je kunt met de bewijzen komen, alles, maar dat kan... Je zult hoe dan ook ontkennen, hè? Hoe dan ook. Nou ja, wij hebben het echt gefilmd. Nee, dat kan niet. Kan niet. Ik heb een hele hoop reacties meegemaakt van mensen. Weglopen, boos worden. Maar echt volledig ontkennen, zoals u nu doet. Okay, ik geef je nu toe, ik zeg je mag voor mij echt met bewijzen komen. Zullen we verder zien. Nee, serieus. Ik ga graag in op zijn voorstel en maak een afspraak voor over 2 dagen op dezelfde plek. En zal hem dan met de beelden confronteren. Nou, dan spreken wij af. Dan gaan wij samen naar het filmpje kijken. Zeker. Nee, zullen wij doen, zeker weten. Afgesproken. Zie ik je vrijdag. Een fijne dag verder. Ja. Jullie ook, hè. Succes. Ja. En tot vrijdagochtend. Zeker weten. We gaan mietje. Dat is vrijdag. Nou, een hele bijzondere reactie. Alles op camera. Het overhandigen van het geld. Het aftekenen. De telefoontjes. Maar ja, daar gaan we overmorgen samen met hem naar kijken. Straks na de reclame ziet u de merkwaardige reactie van Hakim op de beelden. Ik vind het leuk dat hij gewoon gefilmd wordt. Ik vind dat niet leuk. Tot zometeen. Welkom terug bij Undercover in Nederland. We hebben bewijs van omkoping tegen taakstrafbegeleider Hakim. Tijdens de confrontatie wilde hij niet toegeven dat hij corrupt is. Ik sprak met hem af dat hij 2 dagen later het beeldbewijs van zijn frauduleuze handelingen zelf mag zien. Maar wat Hakim niet weet, is dat we eerder ook een 2e keer geprobeerd hebben een taakstraf af te kopen. Ook toen belde de tipgever met de taakstrafbegeleider om zich af te melden en een afspraak te maken. Ja, Dennis, ik heb een goeiemorgen. Morgen, Hakim. Hey. Hakim, ik kom vandaag niet, ja? Oké, hoe laat kom je? Zullen we morgenavond afspreken? Dat komt beter uit voor mij. Ook, en dan is het goed, Johan, dan teken ik en dan ben je klaar, ja? En hoe laat zit jij morgen? Na 5. Na 5, is goed, Hakim. Oké, jongen, rustig gaan, hoi hoi. De taakstrafbegeleider reageert alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Alsof telefoontjes om een taakstraf af te kopen voor hem dagelijkse kost is. Ook nu kan onze tipgever bij hem langskomen om te betalen. In ruil voor het aftekenen van taakstrafuren. Ditmaal is de kantine leeg en zit Hakim te wachten op zijn geld. Maar niet voordat hij gevraagd heeft hoe de taakstraffer zijn vrije dag heeft ingevuld. Hoe was je dagje? Ja, rustig man. Ja, goed. Klaar hè? Ja, toch, is klaar nou. Eindelijk man. Gelukkig wel man. Ja. Wil je weg of heb je haast? Ja, ik moet wel zo. Iemand wacht op mij daar zo. Oh, je vriendin? Hè? Ja, niet vriendin. Gewoon zo wijfje. Onze tipgever heeft het over de redactrice die de omgeving in de gaten houdt. Maar dat kan hij Hakim natuurlijk niet vertellen.
Hier zo'n 40 voor jou, hè, Kim? Ja, tuurlijk. En dan die laatste uurtjes klaar gewoon. En weer pakt Hakim 40 euro aan en steekt het geld in zijn broekzak. Dan moet er worden afgetekend. Want pas dan kan de reclassering zien dat de uren ook echt gewerkt zijn. Het is klaar gewoon. Dat dit in werkelijkheid niet is gebeurd maakt Hakim niks uit. Zolang hij zijn geld maar krijgt. Heb je nog gehoord over reclassering? Nee, je hoeft niet, hoor. Nee? Oh ja, woensdag. Oké. Okay. Woensdag heb ik gezegd dat je klaar bent. Oké, okay, is goed. Ja. Hé, dankjewel. Goed, ja toch. Is goed. Als ik jou ooit. Ja, toch. Als ik terugkom, dan regelen we het wel weer. Ja, tuurlijk. Ja, toch. Waarom niet? Is goed, Hakim. Rustig gaan, ja? Is goed, jongen. Oké, okay, later. Het is gelukt. En dat bewijst dat het structureel mogelijk is bij deze begeleider een taakstraf af te kopen. Met deze beelden ga ik naar de voorzitter van FC Zoetermeer. Welkom bij FC Zoetermeer. Het bestuur van deze voetbalclub heeft Hakim jaren geleden als taakstrafbegeleider aangenomen. Ik ben benieuwd hoe zij reageren op de corruptie in hun kantine. De voorzitter heb ik eerder gezien. Hij was de man die toevallig aankwam lopen nadat ik Hakim had geconfronteerd. Goedemorgen. Dat is vrijdag. Hoi. Nu confronteer ik deze voorzitter met de verborgen camerabeelden van zijn medewerker. Nou, hier geeft hij dan die 40 euro. Ja, ik ben alleen. Ja, ik zie dat hij. Er wordt in ieder geval geld gewisseld. Dat is een ding wat helder is. Ja, toch. Wat vindt u hiervan? Dat is niet acceptabel. Daar kan je alleen maar van zeggen, vind ik, dat dat. Te betreuren is dat ons vertrouwen is van de voetbalclub, maar ook dat van de reclassering ernstig wordt beschaamd. Dat ook zeg maar onder onze vlag voor een deel heeft kunnen plaatsvinden, past ook zeg maar in die zin excuus op dat gebied naar de mensen die er vertrouwen in hebben dat dit hier goed geregeld is op dat gebied. Tijdens de confrontatie bleef taakstrafbegeleider Hakim maar ontkennen. Maar ik sprak met hem af dat hij het bewijsmateriaal mag zien. En dan gaat het dus om de frauduleuze handelingen opgenomen met onze verborgen camera's. En je zou zeggen, ontkennen is nu niet meer mogelijk. Hakim is gekomen en ik loop naar hem toe. Nou, je hebt nu wel woord gehouden. Ik ben erg benieuwd wat zijn reactie op de beelden zal zijn. Ja. Goedemorgen. Morgen. Nou, goed dat je gekomen bent. Tuurlijk. Ik heb de beelden meegenomen, zoals afgesproken. Ja, tuurlijk. Zullen wij een rustig plekje zoeken om die te bekijken? Zullen we dan even bij mij in de auto? Nee, ik vertrouw het niet. Nee. Maar waarom in de auto? Ben je hier op straat? Gewoon, maar waarom kamers? Kan de kamers niet... Waar moeten kamers erbij dan? Nou ja, wij zijn van het televisieprogramma. En wij proberen op het moment dat het een misstand is, die misstand ook aan te tonen. Mm-hmm. Dus dat is de reden waarom wij dat willen gaan filmen. Ik geloof je wel. Dus maar wij kunnen toch zo gewoon allemaal lenen. Waarom de camera's erbij en weet ik veel allemaal. Nou ja, omdat wij van het televisieprogramma zijn, hè, wat ik al aangaf. Dat heb ik toch geen zin. Maar waarom? Waarom moet het speciaal camera zijn? De taakstrafbegeleider reageert totaal anders dan de vorige keer. En is nu erg achterdochtig. Maar ik vind het leuk dat je gewoon gefilmd wordt. Ik vind dat niet leuk. Maar ik kan jou de beelden laten zien. Ja, ik wil echt graag de beelden zien. Ik wil met jou overal heen gaan. Maar waarom camera? Ik wil gewoon in de dag. Ik was helemaal gewoon in de war. Ik dacht, wat gebeurt hier dan? Maar waarom camera? Ik kan toch gewoon naar mij te komen en praten als een man toch? Nou, dus ik ken jou dan lang vandaag. Ik kijk altijd naar uw programma, zeg maar. Maar waarom camera? Nou, omdat het is wat natuurlijk in Nederland niet mag. Dit mag, wat mag dat dan? Ik bedoel, dit mag ik doen. Een taakstraf afkopen is natuurlijk corruptie. Tuurlijk, ik heb wel bewijs in. Nou, dat heb ik mee. Is de camera's weg, dan kan ik even met je weer praten. En dan gaan we dat doen? Ja. En dan wil jij met mij daarna gaan kijken? Ja, eerst zonder camera's. Ik wil gewoon met zonder camera's. Dan kan ik gewoon met je doen. Oké. Hakim houdt voet bij stuk. En ik besluit de cameraploeg van een afstand te laten filmen. Een andere man meldt zich bij de begeleider. Vermoedelijk een vriend van hem.
Samen bekijken we de beelden vanaf het eerste moment. Het telefoontje van onze tipgever. Ja. Ik bel alleen jou op, geen reclassering. Oké, nee, is goed, weet ik genoeg. Wanneer zie ik jou? Ken dat morgenmiddag? Kom gewoon een zondagmiddag als je kan. Dan gaat dan, hoor. Dat was een taakstraf, hoor. En dan gaat hij daarna langs bij jou in de kantine. Dat is deze, dit is de kantine. Ja. Hoe is het? Goed, joh. Dat ben jij. Wanneer de man het bewijsmateriaal ziet, vervalt hij weer in zijn oude patroon. Ontkennen. Hij komt met opmerkelijke verklaringen. Dan geeft hij het geld. Nee, kan niet. Is er gewoon bijgewerkt. Kan niet. Bijgewerkt? Bijgewerkt gewoon. Dit is gewoon kant en klaar zoals het is? Nee, echt niet. Serieus. Ik laat de ruwe beelden zien van zijn criminele gedrag. Maar Hakim blijft volhouden onschuldig te zijn. 4 tientjes? Nee. Om 4 uur taakstraf af te kopen? Nee, echt niet. Echt niet. Dit is voor de taak. Ja, zeg jij dan. Jij tekent vervolgens af. En dan is het klaar. Nee. Echt bijgewerkt. Echt niet. Je hoort niet dat... Een nieuw telefoongesprek tussen de taakstraffen en jou. Dan is het goed, Johan, dan teken ik, dan ben je klaar, ja? Dan gaat hij nog een keer naar jou toe. Ja. Daar ben jij. Hij geeft jou 40 euro. Je pakt de 40 euro aan, dat doe je 2 keer. Nee. Er wordt over de reclassering gesproken. De taakstraffer zegt, en als ik het de volgende keer op dezelfde manier doe, kan dat dan? Dan zeg jij ja. Dit is gewoon allemaal nep. Maar dan geeft Hakim onbewust toch een beetje toe. Hey, maar ik zie jou het zeggen. Ja. Ja, maar wat, ik hoor het ook. Wat is het probleem daarmee dan? Nou, nogal bewijs, hoor. Nee. Dus jij blijft ontkennen dat je taakstraf laat afkopen. Want, ja, maar dat wat er gebeurt hier, gebeurt wel. Nee. Maar waarom heb je dan dat geld aangenomen? Nee, ik heb geen geld aangenomen. Ja, maar dat staat op camera. Nee, echt niet. Ik zeg alleen maar met een zaakje ingaan, maar geen geld. Ook het geld? Nee, echt niet. Ik weet toch wat ik doe. Als ik weet dat ik het doe, waarom zal ik je nog terugkomen? En dan ga ik er nog met de juf liggen. Kan niet, ik weet toch wat ik doe. Ja? Nou, bedankt voor de ontvangst. Ja. En wij gaan hiermee verder. Nou, ja? Fijne dag. Hey, jij ook, hè? Ja. Hoi. Jij bent de vriend die erbij hoort, denk ik. Hey, ja. Ja, nou, ook een fijne dag. Ik heb de beelden laten zien. Ja, en de reactie is opvallend. Ik heb het geld niet aangenomen. Dit gaat niet over de taakstraf. Het spreekt voor zich. Het bewijs staat op camera. Maar als iemand blijft ontkennen, zit er maar 1 ding op. Dat is op weg naar de reclassering. En de reclassering uiteindelijk dezelfde beelden te laten zien. En dan denk ik dat er maar 1 antwoord mogelijk is. Niet veel later heb ik een afspraak met directeur-chef van Gennep van Reclassering Nederland. U heeft de beelden gezien, wat is uw reactie? Nou, eerste reactie is dat ik merk dat ik heel erg boos word. Chockerend. Ik vind het, je weet dat dingen kunnen gebeuren, maar als het dan in je eigen bedrijf gebeurt, dit kan gewoon niet. Ze staan er namens ons, namens de maatschappij, om mensen een straf te laten doen. En dan wordt er dus van de andere kant een strafbaar feit gepleegd om mensen om te kopen. Het is gewoon corruptie. Dat kan gewoon niet. Gebeurt dit vaker? Nou, ik durf niet mijn handen in het vuur te steken dat in Nederland dit niet gebeurt. Want je hebt nooit een waterdicht systeem als mensen echt bewust de boel willen flessen. En dat zie je in de uitzending. Het is heel geraffineerd. Er worden andere afspraken gemaakt. Er wordt letterlijk onder de toonbank geld geschoven. Nou ja, daar kun je niet tegen opboksen als organisatie als mensen kwaad willen. De man die een taakstraf had, heeft ons benaderd en hij wilde deze misstand aan de kaak stellen. Mm-hmm. Wat vindt u daarvan? Nou ja, hoe raar het klinkt, ik ben blij met deze uitzending. Want op die manier kom ik het te weten, kan ik stappen ondernemen en kan ik afscheid nemen van die man en van dat project. Dan kan ik tenminste actie ondernemen. Het is veel erger dat die dingen gebeuren en je weet het niet. Dus wat dat betreft kan je in zekere zin zeggen, ik ben die taakstrafte dankbaar dat hij aan de kaak gesteld heeft. Dan is het terecht een klokkenluider in de goede zin van het woord. Inmiddels is de corrupte Hakim niet meer welkom bij FC Zoetermeer. Onze tipgever is blij dat de actie gelukt is en dat Hakim is ontmaskerd.
Hoe is het met jou nu? Heeft de politie nog contact met je opgenomen? Is er nog een onderzoek naar jou? Ik ben één keer op het bureau geweest. Ben jij als verdachte gehoord of als getuige? Getuige. Een heel goed gesprek gehad met die rechercheur. En hebben we alles doorgenomen van begin tot eind. En heb ik mijn verklaring gelegd en wat mijn rol erbij was. Hoe reageerde de rechercheur? Ja, goed. Blij dat ik het ook had gedaan, zodat het toch aan het licht kwam. Dus we mogen ervan uitgaan dat er tegen jou geen onderzoek wordt gestart? Nee. Want heb je meegekregen dat ze dat wel gaan doen tegen Hakkie? Ja, dat heb ik wel gehoord. Wat vind je daarvan? Ja, goed. Gerechtigheid? Gerechtigheid, ja. Wat gaat u doen? Nou, ik ga met deze beelden naar het Openbaar Ministerie. Ik ga hier aangifte van doen, want ik vind dat we die niet over onze kant willen kunnen laten gaan. Wij moeten betrouwbaar zijn als organisatie. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, een taakgestrafte heeft iets misdaan. Daar staat een straf tegenover en die straf moet ondergaan worden. Die moet uren maken. En op die manier om uren af te kopen, ja, dan haal je het hele rechtssysteem onderuit. Dat kan gewoon niet. Ik ben er echt heel boos over. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft het dossier bestudeerd en neemt de zaak hoog op. Het OM heeft Hakkie gedagvaard en hij moet op 29 november voor de politierechter verschijnen. Tot zover deze uitzending. Volgende week gaat de uitzending over creditcardfraude. Undercover als courier. Betrap ik een creditcardfraudeur op hete daad. Kijk hoor, je moet even tekenen. Waar gaat u naartoe? Waar gaat u naartoe? Dat en meer ziet u volgende week. Mocht u in de tussentijd tips of suggesties hebben, dan kunt u die kwijt via onze website www.undercoverinnederland.nl. Voor vanavond bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week zondag. Is goed, Hakkie. Rustig aan, ja. Zodra de tipgever heeft betaald, gaat hij weg. Er is niemand die dan nog kan achterhalen of hij zijn taakstraf heeft uitgevoerd. Het enige controlemiddel, de lijst in de map, is namelijk zojuist afgetekend. Het wordt tijd om taakstrafbegeleider Hakkie ter verantwoording te roepen. Ik ben in Zoetermeer, bij de FC Zoetermeer in de buurt, om daar de man te confronteren. Een tientje per uur, dan kun je een taakstraf afkopen. Ik ga er nu naartoe. Terwijl ik onderweg ben naar FC Zoetermeer, kijkt een collega of Hakkie al aanwezig is. Wij zijn vroeg omdat ik zeker wil weten dat ik hem kan aanspreken voordat hij aan zijn werk begint. De man is inderdaad nog niet aanwezig bij de kantine. Wel wordt er gymles gegeven op de sportvelden van de voetbalclub. En daarom zijn er veel jongeren vandaag. Nou, ik sta op de parkeerplaats van de FC Zoetermeer, links de voetbalvelden. En ik heb uitzicht op de ingang van de parkeerplaats. Als het goed is, komt hij niet met de auto. Hij is hier drie keer in de week en komt dan op de fiets of lopend naar de kantine. En daar wacht ik hem op. Mij is verteld dat hij vandaag opnieuw hier zou moeten zijn. Om mensen te begeleiden die een taakstraf hebben. En op het moment dat hij eraan komt, dan ga ik hem aanspreken. Volgens de tipgever is het zelfs mogelijk om je hele taakstraf, dus honderden uren, bij deze man af te kopen. Dan ziet mijn collega Hakkie richting de kantine lopen en dus richting mijn auto. Waar komt hij aan? Goeiedag. Mag ik me even voorstellen? Dag. Alberto Stegeman. Ja. Ik ben van Undercover in Nederland. Ja. En jij bent hier om wat te gaan doen? Ik ben de begeleider van taakstrafcircus in Nederland. En jij moet ervoor zorgen dat dat allemaal soepeltjes verloopt? Ja, dat doe ik bijna acht jaar. Ik ben benieuwd of hij doorheeft waarom ik hem aanspreek, of hij iets vermoedt. En daarom stel ik nog wat algemene vragen. Hoeveel taakstraf mensen komen dan bij je? 2, 3, 4, 5, ligt aan. Elke keer anders. Je zegt er komen een x-aantal mensen komen hier een taakstraf uitzitten.
Maar ik heb begrepen dat je ook hier je taakstraf kunt afkopen. Nee, kan niet. Kan niet. Dat doe ik 10 jaar. Nooit geweest. Kan echt niet. Maar dat weet je zeker? Dat weet ik zeker. Dat heeft niemand ooit bij jou gedaan? Dat heeft nooit bij mij iemand gedaan, nee. Echt niet. Niet voor een tientje per uur? Nee, echt niet. Dat is nooit gebeurd. Dus het is niet zo dat je dan naar jou toe gaat? Ja. En dat je zegt van, nou ja, weet je, bel maar op. Je gaat die taakstraf niet uitvoeren. Ja. Je krijgt een moment om naar mij toe te gaan en dan teken ik af. Ja. Nadat ik het geld heb ontvangen. Nee, dat kan niet. Het is niet zo dat jij ooit geld hebt ontvangen van mensen die een taakstraf moeten uitzitten. Nee, kan echt niet. Kan nooit, echt wel. Nee, zeker weten. Je hebt zeg maar 100%? Ja, dat je het zeker weet, maar je hebt ook nog 99,9%. Nee, twijfel je niet ergens? Nee, ik twijfel nergens ergens. Ik vind het gewoon heel vreemd. Ook niet nu ik er wat op doorga. Nu denk je niet van, nou misschien dat hij dan toch wel gelijk heeft. Nee, dat ik niet. Helemaal niet. Ik denk gewoon, ik vind het gewoon zelf heel vreemd. Ik doe het heel lang. Weet je? Ik heb dat soort nooit van gehoord. Nooit, echt niet. Maar stel nu, hè, dat ik daarvoor bewijs zou hebben. Nee, je mag echt met bewijs komen. Nee, serieus. Dat is nooit geweest. Je mag voor mij echt komen met bewijzen. Dus eventjes kijken, hoor. Ben jij dit? Ja. Ja? Dat ben ik. Nee, dat weet ik dat jij dat bent. Ja, dat ben ik. En wij... Waar heb je dit gemaakt dan precies? Dat hebben wij gefilmd hier. Ja? Met een verborgen camera. Oké. Nee, serieus. Serieus, ja. Ja, dat je een taakstraf kunt afkopen, hebben wij gefilmd op verborgen camera. Nee, ik ken nooit. Echt niet. Het dringt maar niet door tot Hakim. Hij heeft zojuist foto's gezien van het verborgen cameramateriaal. En nog blijft hij ontkennen. Maar als ik zeg van, we hebben het gefilmd. Ja. We hebben het bewijs dat jij het geld aanneemt. Ja. We hebben het bewijs dat jij aftekent. Ja. Nee, je mag echt met het bewijs komen. Maar hoe kun je dat dan ontkennen? Nee, het kan gewoon niet. Want jij bent dat niet. Ja, ik kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet wat je zegt. Nee, serieus. Echt, je kunt met de bewijzen komen, alles, maar dat kan... Je zult hoe dan ook ontkennen, hè? Hoe dan ook. Nou ja, wij hebben het echt gefilmd. Nee, dat kan niet. Kan niet. Ik heb een hele hoop reacties meegemaakt van mensen. Weglopen, boos worden. Maar echt volledig ontkennen, zoals u nu doet. Ik geef je nu toe, ik zeg je mag voor mij echt met bewijzen komen. Zullen we verder zien. Nee, serieus. Ik ga graag in op zijn voorstel en maak een afspraak voor over 2 dagen op dezelfde plek. En zal hem dan met de beelden confronteren. Nou, dan spreken wij af. Dan gaan wij samen naar het filmpje kijken. Zeker. Nee, dat zullen wij doen. Zeker weten. Afgesproken. Zie ik je vrijdag. Een fijne dag verder. Ja. Jullie ook, hè. Succes. Ja. En tot vrijdagochtend. Zeker weten. Maar geen mietje. Goedenavond en hartelijk welkom bij Undercover in Nederland. Vanavond krijgt u te zien dat het in Nederland mogelijk is een taakstraf af te kopen. Een jongen met een taakstraf meldt zich bij mij en wil de misstand aan de kaak stellen. En ik wist dat het daar gebeurde. Hoe wist je dat? Ja, omdat ik gewoon wat dingen gehoord heb, gezien heb. Met de verborgen camera laten we zien dat hij gelijk heeft. Ik spreek de fraudeur aan en dat wordt een bijzondere confrontatie. Maar geeft hij het geld? Nee, kan niet, kan niet, kan niet, kan niet. Het is gewoon bijgewerkt, kan niet, echt niet, kan niet. Ook doe ik onderzoek naar internetoplichter Pauline van der H. Ik zoek haar thuis op. Dag, Albert of Stegeman. Ik ben hier en u weet misschien wel waarom. Dat en meer vanavond in Undercover in Nederland.
oplichters wanen zich op internet vaak veilig. Van achter de computer bedenken ze valse plannen om zoveel mogelijk illegaal geld te verdienen. Pauline van der Haar is zo'n vrouw. Ze kwam er al die tijd mee weg. Tot vandaag. Pauline van der Haar doet zich op verkoopsites voor als betrouwbare handelaar in gewilde en dure telefoons. Veel geïnteresseerden maakten veel geld over, maar kwamen bedrogen uit. Want Pauline van der Haar leverde de spullen nooit. De slachtoffers zijn razend. Ja, het is een oplichter en het is een bitch eigenlijk. Ik hoop dat het vast komt te zitten en tot de les leert eigenlijk. Pauline van der Haar vind ik een ontzettend kutwijf en ontzettend laf. Om op deze manier mensen op te lichten, sowieso om mensen op te lichten. Pauline van der Haar vind ik een gore oplichter. Het vertrouwen op internet wat te koop is en hierdoor dus gewoon naar nul gehaald. Pauline van der Haar heeft verschillende advertenties op Marktplaats. En ik maak een afspraak om bij haar thuis een telefoon aan te schaffen. Ze woont hier om de hoek. Ik rijd naar het adres van de oplichter. En twee redacteuren gaan zich voordoen als kopers. Het wordt tijd om Pauline te ontmaskeren. Hallo. Ook hoofddader Pauline van der Haar blijkt aanwezig. Nu nog proberen haar of haar man naar buiten te lokken. Deze vrouw verkoopt echt alles dat los en vast zit. Ze biedt spullen aan onder een valse naam, maar wel zijn er steeds haar rekeningnummers en haar IP-adres waar vandaan alles verkocht wordt. De telefoon die wij bij haar kopen bestaat wel echt. En dit zijn de valse namen die ze gebruikt heeft. Anja Smit, Carla, Paula Smit, Paulina Smit, Pauline Smit, Snipper, Annette, Bram, Cisco van Bemelen, Suusje. En de gebruikte e-mailadressen zijn ook talrijk. Ik zie er zeker 20. Ze heeft niet in de gaten dat al haar illegale zaakjes met een verborgen camera worden vastgelegd. Ze is al meer dan een jaar bezig en heeft in die tijd zeker 28 slachtoffers gemaakt. Ik ben benieuwd hoe ze reageert als ik haar straks confronteer. En dan komt het erop aan. Met een smoes moeten we proberen Pauline van der Haar of haar man mee naar buiten te krijgen. Wij komen er bij vrienden vandaan en die zijn gaan samenwonen, zeg maar. Die hebben, zeg maar, serviezen en zo allemaal over. En dus hadden ons dat meegegeven. Ik weet niet of het er misschien belang bij heeft. Het zit gewoon nog in de verpakking en zo. Handel, dat is normaal gesproken het toverwoord bij de familie van der Haar. Ik wacht buiten gespannen af. Nou, anders loop jij even mee naar de auto. Het is raak. De man van Pauline van der Haar loopt mee. Het wordt tijd voor actie. Ja. Ja, daar jongens. Ja. Ach ja. Goeiedag. Ik zal me even voorstellen. Hi. Hi. Hallo. Ik ben Alberto Stegeman van Undercover in Nederland. Ja. Bent u Carla? Carla? Bent u Pauline? Nee. Nee, wat dan? Ja, maar u staat ook niet te boek als de oplichter. Dat is Pauline van der. Ja, die weet kent u die? Nee, ja, die weet ik niet. Moet u eerlijk zijn. Kent u, ja. Kent u haar? Nee. Kent u geen Pauline van der? Nee. Nee. Ik vraag het er nog één keer. Ja. Kent u Pauline van der? Ik weet niet waar je heen wil. Nou ja, ik zou heel graag met haar in contact willen komen. Omdat ja. Tientallen slachtoffers zich bij ons gebeld hebben. Ja. Zij zeggen opgelicht te zijn. Ja. Want uw vrouw, hè, want dat is uw vrouw toch? Ja, ja. Die zou die spullen ook nooit leveren. Want die heeft zij nooit geleverd. Ja, dan moet je niet bij ons zijn hoor. Dan is uw vrouw toch Pauline? Ja. Ja. Omdat u net zei van niet. Nou ja, ik mag ook eerst even bij de kat de boom kijken. Ik moet eerst weten hoe of wat. Is ze thuis? Dat weet ik niet. Ja, dat is goed. Wel, ja. Dus. Vindt het goed als we even samen naar uw vrouw toe ja, lopen? Ja, ik moet even bij die man even. Hij heeft blijkbaar niet in de gaten dat die man mijn collega is. Ik speel het spel maar even mee. Zouden wij even meneer mee mogen nemen dat we dat straks even regelen? Oké, okay, ja, kom mee. Weet u daar echt niets van? Wij hebben
wat wij verkopen, we kunnen of komen het halen of wij leveren het netjes af. Nou, dat is in echt waar. Ja. Heel veel gevallen is dat niet zo. Ja. Zeker wel. Ik heb hem. Morgen. Dat is vrijdag. Nou, een hele bijzondere reactie. Alles op camera, het overhandigen van het geld, het aftekenen, de telefoontjes. Maar ja, daar gaan we overmorgen samen met hem naar kijken. Straks na de reclame ziet u de merkwaardige reactie van Hakim op de beelden. Ik vind het leuk dat hij gewoon gefilmd wordt. Ik vind dat niet leuk. Tot zometeen. Welkom terug bij Undercover in Nederland. We hebben bewijs van omkoping tegen taakstrafbegeleider Hakim. Tijdens de confrontatie wilde hij niet toegeven dat hij corrupt is. Ik sprak met hem af dat hij 2 dagen later het beeldbewijs van zijn frauduleuze handelingen zelf mag zien. Maar wat Hakim niet weet, is dat we eerder ook een 2e keer geprobeerd hebben een taakstraf af te kopen. Ook toen belde de tipgever met de taakstrafbegeleider om zich af te melden en een afspraak te maken. Ja, Dennis, ik heb een goeiemorgen. Morgen, Hakim. Hey. Hakim, ik kom vandaag niet, ja? Oké, hoe laat kom je? Zullen we morgenavond afspreken? Dat komt beter uit voor mij. Oké, dan is het goed, Johan, dan teken ik, dan ben je klaar, ja? En hoe laat zit jij morgen? Na 5. Na 5, is goed, Hakim. Oké, jongen, rustig gaan, hoi hoi. De taakstrafbegeleider reageert alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Alsof telefoontjes om een taakstraf af te kopen voor hem dagelijkse kost is. Ook nu kan onze tipgever bij hem langskomen om te betalen. In ruil voor het aftekenen van taakstrafuren. Ditmaal is de kantine leeg en zit Hakim te wachten op zijn geld. Maar niet voordat hij gevraagd heeft hoe de taakstraffer zijn vrije dag heeft ingevuld. Hoe was je dagje? Ja, rustig man. Ja, goed. Klaar hè? Ja, toch, is klaar nou. Eindelijk man. Gelukkig wel man. Ja. Wil je weg of heb je haast? Ja, ik moet wel zo. Iemand wacht op mij daar zo. Oh, je vriendin? Hè? Ja, niet vriendin. Gewoon zo wijfje. Onze tipgever heeft het over de redactrice die de omgeving in de gaten houdt. Maar dat kan hij Hakim natuurlijk niet vertellen. Ik heb hier zo'n 40 voor jou, hè, Hakim? Ja, tuurlijk. En dan die laatste uurtjes klaar gewoon. En weer pakt Hakim 40 euro aan en steekt het geld in zijn broekzak. Dan moet er worden afgetekend. Want pas dan kan de reclassering zien dat de uren ook echt gewerkt zijn. Uurtjes klaar gewoon. Dat dit in werkelijkheid niet is gebeurd maakt Hakim niks uit, zolang hij zijn geld maar krijgt. Heb je nog gehoord over reclassering? Nee, je hoeft niet, hoeft. Nee? Woensdag. Oké. Okay. Woensdag heb ik gezegd dat je klaar bent. Oké, is goed. Hé, dankjewel. Goed. Ja, toch. Is goed. Als ik jou ooit. Ja, toch. Als ik terugkom, dan regelen we het wel. Ja, tuurlijk. Ja, toch. Waarom niet? Is goed, Hakim. Rustig gaan, ja? Is goed, jongen. Oké, later. Het is gelukt. En dat bewijst dat het structureel mogelijk is bij deze begeleider een taakstraf af te kopen. Met deze beelden ga ik naar de voorzitter van FC Zoetermeer. Welkom bij FC Zoetermeer. Het bestuur van deze voetbalclub heeft Hakim jaren geleden als taakstrafbegeleider aangenomen. Ik ben benieuwd hoe zij reageren op de corruptie in hun kantine. De voorzitter heb ik eerder gezien. Hij was de man die toevallig aankwam lopen nadat ik Hakim had geconfronteerd. Goedemorgen. Dat is vrijdag. Hoi. Nu confronteer ik deze voorzitter met de verborgen camerabeelden van zijn medewerker. Nou, hier geeft hij dan die 40 euro. Ja, ik ben alleen. Ja, ik zie dat hij. Er wordt in ieder geval geld gewisseld. Dat is een ding wat helder is. Ja, toch. Wat vindt u hiervan? Ja, niet acceptabel. Daar kan je alleen maar van zeggen, vind ik, dat dat. Te betreuren is dat ons vertrouwen is van de voetbalclub
maar ook dat van de reclassering ernstig wordt beschermd. Dat ook zeg maar, onder onze vlag voor een deel heeft kunnen plaatsvinden. Past ook zeg maar, in die zin excuus op dat gebied naar de mensen die er vertrouwen in hebben dat dit hier goed geregeld is op dat gebied. Tijdens de confrontatie bleef taakstrafbegeleider Hakim maar ontkennen. Maar ik sprak met hem af dat hij het bewijsmateriaal mag zien. En dan gaat het dus om de frauduleuze handelingen opgenomen met onze verborgen camera's. En je zou zeggen, ontkennen is nu niet meer mogelijk. Hakim is gekomen en ik loop naar hem toe. Nou, je hebt nu wel woord gehouden. Ik ben erg benieuwd wat zijn reactie op de beelden zal zijn. Ja. Goedemorgen. Morgen. Nou, goed dat je gekomen bent. Tuurlijk. Ik heb de beelden meegenomen, zoals afgesproken. Ja, tuurlijk. Zullen wij een rustig plekje zoeken om die te bekijken? Zullen we dan even bij mij in de auto? Nee, ik vertrouw het niet. Nee. Maar waarom in de auto? Ben je hier op straat? Gewoon, maar waarom kamers? Kan de kamers niet... Waar moeten kamers erbij dan? Nou ja, wij zijn van het televisieprogramma. En wij proberen op het moment dat het een misstand is, die misstand ook aan te tonen. Mm-hmm. Dus dat is de reden waarom wij dat willen gaan filmen. Ik geloof je wel. Dus daar, maar wij kunnen toch allemaal lenen. Waarom moeten die kamers erbij en weet ik veel allemaal. Nou ja, omdat wij van het televisieprogramma zijn. Hè, wat ik al aangaf. Dat heb ik toch geen zin. Maar waarom? Waarom moet het speciaal kamer zijn? De taakstrafbegeleider reageert totaal anders dan de vorige keer en is nu erg achterdochtig. Maar ik vind het leuk dat je gewoon gefilmd wordt. Ik vind dat niet leuk. Maar ik kan jou de beelden laten zien. Ja, ik wil echt graag de beelden zien. Ik wil met je overal heen gaan. Maar waarom camera? Ik wil gewoon in de dag. Ik was helemaal gewoon in de war. Ik dacht, wat gebeurt hier dan? Maar waarom camera? Ik kan toch gewoon naar mij te komen en praten als een man, toch? Nou, dus ik kan jou dan laten... Ik betaal 150 euro voor een Samsung telefoon en nooit zal even gekregen. Ik ging op marktplaats op zoek naar de Samsung Galaxy S1 voor 170 euro. Vervolgens heb ik niks meer van hem gehoord. Ik heb wel het geld overgemaakt. Ik zoek naar BlackBerry. Ik heb 150 euro betaald. Op dat punt hoorde ik niks meer van eigenlijk. Pauline! Ja! Kom maar even. Hallo. Hoi. Kan je me even voorstellen? Dag, Alberto Stegeman. Ik ben hier. En u weet misschien wel waarom? Ik zou niet weten. Zegt de naam Anja Smitte u iets? Nee. Zegt de naam Carla u iets? Nee. Snipper? Nee. Annette? Nee. Bram? Nee. Cisco van Bemelen? Echt niet. Susje? Er zijn tientallen mensen die zich bij ons gemeld hebben. U zou telefoons aanbieden, maar u heeft ze niet geleverd, hè? Nee, ik heb echt niks gedaan. Echt. Nee, maar... Het is een vals trucje geweest van een of andere iemand. En we hebben echt niks gedaan. Een vals trucje van een of andere iemand? Ja, en we weten wie. Wie is dat dan? Ja, dat... Heeft u een man daarover ingelicht? Ja. Maar u wist daar niks van, meneer? Nou, nee, ik wil... Omdat... Wij hebben niks opgelicht. Dat wil ik wel eens zeggen. Nou, het gebeurt allemaal vanaf deze locatie. Allemaal vanaf dit adres. Nee hoor, dat bestaat nog. De e-mailadressen. En dan heb ik het over de IP-adressen. En die zijn op adres. Dat is de meeste keren vanuit hier gebeurd. Bestaat. Is er dan iemand anders op uw computer actief? De oplichter en haar man beweren net te zijn verhuisd. En zelf het slachtoffer van een cybercrimineel te zijn geworden. Wij hadden daar een router... En die was niet beveiligd. We hebben nu van KPN hebben we een dingest. En dat is automatisch niet beveiligd met een code. Oh, jullie zeggen dat iemand anders dat op jullie IP-adres heeft gedaan, maar zo weet dat niet. Ik weet het niet. Maar er worden bedrijven... Als zij van mij, via de router, op mijn dingest binnenkomen, of ze van mijn dingest afpakken, hebben ze mijn IP-adres. Een wazig, volledig verzonnen verhaal. De waarheid is dat zij tientallen mensen voor duizenden euro's heeft opgelicht. Met valse namen en e-mailadressen weten zij al jaren onder de radar te opereren. Tot nu. Al die slachtoffers die jullie maken, en dat zijn er nogal wat, die willen hun geld terug. Ja, maar kunnen we even een andere keer praten? Ik heb nu visite. Uw visite? Ja. Ja, maar kan met alle respect hoor. Maar ik kom hier namens slachtoffers, niet namens een of andere visite.
U moet dat oplossen. Mijn visite is belangrijk. In alle eerlijkheid. Hoe kan het dan vanaf dit adres, vanuit dit IP-adres? En ik heb het gecheckt allemaal. Telefoons worden aangeboden die niet worden geleverd. Ik lever niks. Van dit adres. Nee, u levert niks. Dat is precies wat ik zei. Ik heb ook niks. Heeft u een aantal mensen opgelicht? Nee, echt niet. Heeft u nooit een telefoon aangeboden? Nee. Echt niet. Wie heeft het dan gedaan? Ik zou het niet weten. Nou, u zei net wel dat u het wist. Ja, wie mijn naam durft. Wie is dat dan? Wie heeft dat gedaan? Het is nog uit de vorige buurt. De zoveelste doorzichtige leugen. Maar ik heb het belangrijkste bewijs nog niet genoemd. En dan vallen ze overduidelijk door de mand. Al het geld gaat naar jullie rekening toe. Hoe kan dat dan? Kan je helemaal niet. We gaan nu even stoppen. We gaan even stoppen. Weet u dat wel zeker? Nou, de deur is dicht. Maar de deur gaat zeker definitief dicht voor deze mevrouw. Want de politie is al druk bezig met onderzoek. En zij kan binnenkort op zeker een bezoekje verwachten. Pauline van der Haar en haar man hebben inderdaad bezoek gekregen van de politie. Maar niet voor een prettig gesprek. Pauline is aangehouden. En het is aan de rechter hoe lang zij straks achter de tralies verdwijnt. Straks na de reclame. Aandacht voor een taakstrafbegeleider die zich laat omkopen. Tot zometeen. Welkom terug bij Undercover in Nederland. Met aandacht voor een man die een voorbeeldfunctie heeft en veelal jonge criminelen op het rechte pad moet brengen. De man blijkt zelf een crimineel. Via onze website krijg ik een opvallende e-mail binnen van een jongen die op dat moment een taakstraf heeft. Hij schrijft dat hij tijdens het uitvoeren van zijn taken te maken heeft met corruptie en fraude. Ik neem contact op met de jongen en maak een afspraak. Hij wil mij graag ontmoeten omdat hij deze misstand aan de kaak wil stellen. We spreken af dat hij onherkenbaar in beeld komt omdat hij bang is voor represailles. Voor een uit de hand gelopen ruzie moet hij 200 uur werkstraf uitvoeren. Hoe werkt het normaal gesproken met een taakstraf? Wat moet je allemaal doen? Nou, schoonmaakwerkzaamheden. Kantine, kleedkamers, keuken. Een beetje vegen en dweilen. En waar moet dat gebeuren? Hier in Zoetermeer, voetbalvereniging. Bij FC Zoetermeer. Met hoeveel mensen zit je zo'n taakstraf uit daar? Hoeveel mensen maken schoon? Verschillend. Soms 4 mensen, soms 6, soms 8. Er zijn allemaal mensen die een taakstraf hebben. Ja. Maar volgens jouw informatie is het mogelijk om de taakstraf af te kopen. Ja, en ik wist dat het daar gebeurde. Hoe wist je dat? Ja, omdat ik gewoon wat dingen gehoord heb, gezien heb. Onze tipgever heeft geruchten gehoord dat zijn werkbegeleider zich laat omkopen door andere taakstraffers. De man zou al jaren met deze illegale praktijken bezig zijn. Maar onze tipgever zegt inmiddels zeker te weten dat zijn begeleider fraudeert. Hoe weet je zeker dat je een taakstraf kunt afkopen? Ik heb het gewoon aan hem gevraagd of we niets kunnen regelen. Hij zei, is goed. Hij zei, noem maar wat. Zei ik een bedrag, zei die is goed. Wat moet je betalen? Een paar tientjes voor een paar uur. Een tientje per uur? Ja. De tipgever heeft vlak voordat hij een e-mail stuurde getest of het gerucht waar bleek. Het lukte hem inderdaad een aantal uren van zijn taakstraf af te laten kopen. De taakstraffer vindt het onrechtvaardig dat hij zijn straf moet uitzitten en dat ondertussen zijn werkbegeleider criminele activiteiten ontplooit. Dat probleem wil hij aan het licht brengen en daarom schakelt hij mij in. Hij legt uit hoe de werkbegeleider fraudeert. Ja, ik bel hem op dat ik niet kom. En hij zegt mij een tijd en een dag dat ik moet komen om het geld te geven en af te tekenen. En dat doe ik alsof ik die dag geweest ben. En die map gaat vervolgens naar de reclassering? Ja. En daar zien ze alleen maar dat je gewerkt hebt? Ja. Maar niet dat je het uiteindelijk hebt afgekocht? Ja. Er zijn meer mensen die hun taakstraf daar moeten uitvoeren. Merken die niets? Nee. Want ze missen jou daar dan toch? Ja, maar ja, ik kan ziek zijn. Hoe gaat dat dan? Want die man, die gaat over jullie taakstraf. Jullie moeten je werk verrichten. En dan wordt er in een map bijgehouden dat jij de uren hebt gewerkt. Ja. Hoe werkt dat precies? Daar staan je gegevens in en je uren. Dat wordt bijgehouden.
Ja, als je klaar bent, dan teken je euro af en dan ga je weg. En daar is die man altijd bij? Daar is hij altijd bij. Ben jij de enige die de taakschrift daar afkoopt, volgens jou? Ik denk het niet. Het is eerder gebeurd. Misschien gebeurt het op dit moment niet, maar ik weet dat het eerder is gebeurd. Je kent andere mensen die ook hun taakstraf hebben afgekocht bij dezelfde man? Nee, ik ken ze niet persoonlijk, maar van horen. Ik moet op dit moment afgaan op het verhaal van één tipgever. Maar om de misstand aan te tonen heb ik meer bewijs nodig. En dat lijkt haalbaar, aangezien de taakstraf nog een aantal uren heeft openstaan en graag wil meewerken aan een verborgen camera-operatie. Ik overhandig de tipgever een bodywarmer waar een verborgen camera in zit weggewerkt. Ik sluit de apparatuur aan en de tipgever kan nu bewijzen gaan verzamelen die we nodig hebben om zijn taakstrafbegeleider aan te pakken. Ik zeg, zet hem op. Ja, is goed. Ga mee? Ja, gaat lukken. Een paar minuten voordat hij zijn taakstraf moet uitvoeren, belt hij naar zijn taakstrafbegeleider die op dat moment al aanwezig is in de kantine van FC Zoetermeer. Onze tipgever meldt zich af en de begeleider lijkt wel te weten waar hij op aanstuurt. Kantine, goedemorgen. Hey, morgen Hakim. Ja. Hey Hakim, ik kom vandaag niet, ja? Ik bedoel... Ja. Ik bel alleen jou op, geen reclassering. Oké, nee, is goed, weet ik genoeg. Wanneer zie ik jou? Ken dat morgenmiddag? Kom gewoon een zondagmiddag, als je kan. Zondagmiddag, oké, is goed. Hoe ja? Ongeveer? Rond de 12 uur, 1 uur, zoiets. Oké, is goed, Hakim. Later. Nou, dat betekent dus dat je een afspraak hebt? Ja. Je hoeft nu niet te komen? Nee, ik hoef niet te komen. Morgenavond alleen geld brengen en aftekenen. En dan is het klaar. En dan denkt de reclassering dat jij je taakstraf gewoon hebt uitgevoerd. Ja. Als ik dat telefoongesprek zo hoor, dat is al heel raar. Want eigenlijk laat hij al doorschemeren, ik weet wat je bedoelt. Ja. We gaan het opnieuw regelen. Ja. En zo gaat het eigenlijk altijd? Ja. Hij weet waar het over gaat en ik weet het. Jullie weten dat het niet mag. Ja. Nou ja, nu alleen nog het bewijs op camera. Je hebt de verborgen camera al om. Ja. En daar wens ik jou heel veel succes bij. Is goed, dankjewel. Zet hem op. Ja. Onze tipgever heeft een afspraak om de taakstraf af te kopen. Gaat het hem lukken de corruptie in beeld te brengen? Hij is op weg naar de kantine van FC Zoetermeer. En de redacteur van ons programma is daar undercover in de buurt. De kantine van FC Zoetermeer is een werklocatie van de reclassering om taakstraffers te begeleiden. Vorig jaar waren er meer dan 25.000 taakstraffers in Nederland. Zij zijn veroordeeld voor bijvoorbeeld mishandeling, fraude of diefstal. Het doel van de taakstraf is om discipline, arbeidsritme en omgang met leidinggevenden aan te leren. Maar dan moeten die leidinggevenden zich wel aan de regels houden. Het is zondagmiddag als de tipgever met de verborgen camera's naar de kantine van FC Zoetermeer loopt. De plek waar hij 2 dagen eerder voor zijn taakstraf schoonmaakwerkzaamheden had moeten uitvoeren. De tipgever probeert vandaag zijn naam alsnog op de aanwezigheidslijst van afgelopen vrijdag te krijgen. En heeft daarvoor een paar tientjes meegenomen. Er is veel bedrijvigheid op en rondom het sportcomplex. Maar onze tipgever loopt stoïcijns richting de kantine. Morgen, Hakim. Rustig. Hoe is het? Goed, joh. Hakim, de taakstrafbegeleider van onze tipgever, staat achter de bar. Hij heeft kantinedienst. Verder vooral voetballers die hier vandaag alleen maar zijn om te sporten. Achter de bar ligt de aanwezigheidsmap van de reclassering. Met de namen van de taakstraffers en hun gewerkte uren. Morgen zijn wij dicht, hè? Ja. Woensdag kom ik weer. Woensdag kom ik klaar. Of ik kom of ik ga je bellen. Ja, dan is het klaar. Ja. Hakim had de telefoon uit zijn broek om te kijken wat voor datum het afgelopen vrijdag was. De dag dat onze tipgever zijn straf moest uitzitten. Verstek liet gaan, waardoor zijn uren door Hakim niet zijn afgetekend in de map. Wat is het? Wat was het? Kijk, wanneer 26 of niet? Nee, 27. Vrijdag 27. Hakim schrijft op de aanwezigheidslijst van eergisteren ook de naam van onze tipgever. Terwijl hij er niet was.
De voetballers die aan de bar zitten hebben geen idee wat er zich voor hun neus afspeelt. Dan zet Hakim zijn handtekening op de lijst en garandeert dat onze tipgever zijn taakstrafuren heeft voldaan. En daarmee fraudeert Hakim. Iets waar nooit iemand achter komt als de taakstraffer zijn mond houdt. Ook onze tipgever zet zijn handtekening op de aanwezigheidslijst. Die tasjes van ons hebben Hakim. En dan pakt onze taakstraffer geld. Ja, toch. Hakim neemt het geld aan, onder de bar, uit het zicht van de voetballers. 40 euro voor 4 uur taakstraf. Ja toch, ik ga je laten weten. Ja, of ik zie je woensdag of ik geef je een belletje. Ja? Ja, is goed. Hoe werkt dat precies? Daar staan je gegevens in en je uren. Dat wordt bijgehouden. En als je klaar bent, dan teken je uren af. En dan ga je weg. En daar is die man altijd bij? Daar is hij altijd bij. Ben jij de enige die de taakstraf daar afkoopt, volgens jou? Ik denk het niet. Het is eerder gebeurd. Misschien gebeurt het op dit moment niet, maar ik weet dat het eerder is gebeurd. Je kent andere mensen die ook hun taakstraf hebben afgekocht bij dezelfde man? Nee, ik ken ze niet persoonlijk, maar van horen. Ik moet op dit moment afgaan op het verhaal van één tipgever. Maar om de misstand aan te tonen heb ik meer bewijs nodig. En dat lijkt haalbaar, aangezien de taakstraf nog een aantal uren heeft openstaan en graag wil meewerken aan een verborgen camera-operatie. Ik overhandig de tipgever een bodywarmer waar een verborgen camera in zit weggewerkt. Ik sluit de apparatuur aan en de tipgever kan nu bewijzen gaan verzamelen die we nodig hebben om zijn taakstrafbegeleider aan te pakken. Ik zeg, zet hem op. Ja, is goed. Ga mee? Ja, gaat lukken. Een paar minuten voordat hij zijn taakstraf moet uitvoeren, belt hij naar zijn taakstrafbegeleider die op dat moment al aanwezig is in de kantine van FC Zoetermeer. Onze tipgever meldt zich af. En de begeleider lijkt wel te weten waar hij op aanstuurt. Kantine, goedemorgen. Hé, hey, morgen Hakim. Ja. Hé, hey, Hakim, ik kom vandaag niet, ja? Ik bedoel... Ik bel alleen jou op, geen reclassering. Oké, nee, is goed, weet ik genoeg. Wanneer zie ik jou? Ken dat morgenmiddag? Kom gewoon een zondagmiddag, als je kan. Zondagmiddag, oké, is goed. Hoe ja. Ongeveer. Rond de 12 uur, 1 uur, zoiets. Oké, is goed, Hakim. Later. Nou, dat betekent dus dat je een afspraak hebt? Ja. Je hoeft nu niet te komen? Nee, ik hoef niet te komen. Morgenavond alleen geld brengen. En aftekenen. En dan is het klaar. En dan denkt de reclassering dat jij je taakstraf gewoon hebt uitgevoerd. Ja. Als ik dat telefoongesprek zo hoor... Het is al heel raar, want eigenlijk laat hij al doorschemeren. Ik weet wat je bedoelt. Ja. We gaan het opnieuw regelen. Ja. En zo gaat het eigenlijk altijd? Ja. Hij weet waar het over gaat. En ik weet het. Jullie weten dat het niet mag? Ja. Nou ja, nu alleen nog het bewijs op camera. Je hebt de verborgen camera al om. Ja. En daar wens ik jou heel veel succes bij. Is goed, dankjewel. Zet hem op. Ja. Onze tipgever heeft een afspraak om de taakstraf af te kopen. Gaat het hem lukken de corruptie in beeld te brengen? Hij is op weg naar de kantine van FC Zoetermeer. En de redacteur van ons programma is daar undercover in de buurt. De kantine van FC Zoetermeer is een werklocatie van de reclassering om taakstraffers te begeleiden. Vorig jaar waren er meer dan 25.000 taakstraffers in Nederland. Nee, dat kan gewoon niet. Maar jij bent dat niet. Ja, ik kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet wat je zegt. Nee, serieus. Echt, je kunt met de bewijzen komen, alles, maar dat kan... Je zult hoe dan ook ontkennen, hè? Hoe dan ook. Nou ja, wij hebben het echt gefilmd. Nee, dat kan niet. Kan niet. Ik heb een hele hoop reacties meegemaakt van mensen. Weglopen, boos worden. Maar echt volledig ontkennen, zoals u nu doet. Ik geef je nu toe, ik zeg je mag van mij echt met bewijzen komen. Dan zullen we verder zien. Nee, serieus. Ik ga graag in op zijn voorstel en maak een afspraak voor over 2 dagen op dezelfde plek. En zal hem dan met de beelden confronteren. Nou, dan spreken wij af. Dan gaan wij samen naar het filmpje kijken. Zeker. Nee, zullen wij doen. Zeker weten. Afgesproken. Zie ik je vrijdag. Een fijne dag verder. Ja. En jullie ook, hè. Ja. Succes. En tot vrijdagochtend. Zeker weten. Ik ben geen mietje.
Goedenavond en hartelijk welkom bij Undercover in Nederland. Vanavond krijgt u te zien dat het in Nederland mogelijk is een taakstraf af te kopen. Een jongen met een taakstraf meldt zich bij mij en wil de misstand aan de kaak stellen. En ik wist dat het daar gebeurde. Hoe wist je dat? Ja, omdat ik gewoon wat dingen gehoord heb, gezien heb. Met de verborgen camera laten we zien dat hij gelijk heeft. Ik spreek de fraudeur aan en dat wordt een bijzondere confrontatie. Maar geeft hij het geld? Nee, kan niet. Kan niet, het is er gewoon bijgewerkt. Kan niet. Ook doe ik onderzoek naar internetoplichter Pauline van der H. Ik zoek haar thuis op. Dag, Albert of Stegeman. Ik ben hier. En u weet misschien wel waarom? Dat en meer vanavond in Undercover in Nederland. Oplichters wanen zich op internet vaak veilig. Van achter de computer bedenken ze valse plannen om zoveel mogelijk illegaal geld te verdienen. Pauline van der H. Ik heb de beelden meegenomen, zoals afgesproken. Ja, tuurlijk. Zullen wij een rustig plekje zoeken om die te bekijken? Zullen we dan even bij mij achter in de auto? Nee, ik vertrouw het niet. Nee. Waarom in de auto? Ben je hier op straat? Gewoon, maar waarom camera's? Kan de camera's niet. Waar moeten camera's erbij dan? Nou ja, wij zijn van het televisieprogramma. En wij proberen op het moment dat het een misstand is, die misstand ook aan te tonen. Mm-hmm. Dus dat is de reden waarom wij dat willen gaan filmen. Ik geloof je wel. Dus maar wij kunnen toch gewoon allemaal lenen. Waarom de camera's erbij en weet ik wel allemaal. Nou ja, omdat wij van het televisieprogramma zijn, en wat ik al aangaf. Dat heb ik toch geen zin. Maar waarom? Waarom moet het speciaal camera zijn? De taakstrafbegeleider reageert totaal anders dan de vorige keer en is nu erg achterdochtig. Maar ik vind het leuk dat je gewoon gefilmd wordt. Ik vind dat niet leuk. Maar ik kan jou de beelden laten zien. Ja, ik wil echt graag de beelden zien. Ik wil met je overal heen gaan. Maar waarom camera? Ik wil gewoon in de dag. Ik was helemaal gewoon in de war. Ik dacht, wat gebeurt hier nou? Maar waarom camera? Ik kan toch gewoon naar mij te komen, praten als een man toch? Nou, dus ik kan jou dan laten. Ik heb betaald 150 euro voor een Samsung telefoon en nooit al even gekregen. Ik zeg op marktplaats op zoek naar de Samsung Galaxy S1 voor 170 euro. Vervolgens heb ik niks meer van hem gehoord. Ik heb wel het geld overgemaakt. Ik zoek naar BlackBerry. Ik heb 150 euro betaald. Op dat punt hoorde ik niks meer van eigenlijk. Pauline, kom maar even. Hallo. Hoi. Kan ik me even voorstellen? Dag. Albert of Stegeman. Ik ben hier. En u weet misschien wel waarom. Ik zou niet weten waarom. Zegt de naam Anja Smit u iets? Nee. Zegt de naam Carla u iets? Nee. Snipper? Nee. Annette? Nee. Bram? Nee. Cisco van Bemelen? Echt niet. Susje? Er zijn tientallen mensen die zich bij ons gemeld hebben. Ja. U zou telefoons aanbieden, maar u heeft ze niet geleverd, hè? Nee, ik heb echt niks gedaan. Echt. Nee, maar... Dat is een vals trucje geweest van een of ander iemand. En we hebben echt niks gedaan. Een vals trucje van een of ander iemand? Ja, en we weten wie. Wie is dat dan? Ja, dat... Heeft u een man daarover ingelicht? Ja. Maar u wist daar niks van, meneer? Nou, nee, ik wil... Omdat... Wij hebben niks opgelicht. Dat wil ik wel eens zeggen. Nou, het gebeurt allemaal vanaf deze locatie, allemaal vanaf dit adres. Nee hoor, dat bestaat nog. De e-mailadressen, en dan heb ik het over de IP-adressen, en die zijn op adres. Dat de meeste keren vanuit hier gebeurt. Bestaat. Is er dan iemand anders op uw computer actief? De oplichter en haar man beweren net te zijn verhuisd. En zelf het slachtoffer. De kantine van FC Zoetermeer is een werklocatie van de reclassering om taakstraffers te begeleiden. Vorig jaar waren er meer dan 25.000 taakstraffers in Nederland. Zij zijn veroordeeld voor bijvoorbeeld mishandeling, fraude of diefstal.
Het doel van de taakstraf is om discipline, arbeidsritme en omgang met leidinggevenden aan te leren. Maar dan moeten die leidinggevenden zich wel aan de regels houden. Het is zondagmiddag als de tipgever met de verborgen camera's naar de kantine van FC Zoetermeer loopt. De plek waar hij 2 dagen eerder voor zijn taakstraf schoonmaakwerkzaamheden had moeten uitvoeren. De tipgever probeert vandaag zijn naam alsnog op de aanwezigheidslijst van afgelopen vrijdag te krijgen. En heeft daarvoor een paar tientjes meegenomen. Er is veel bedrijvigheid op en rondom het sportcomplex. Maar onze tipgever loopt stoïcijns richting de kantine. Goed, Hakim. Rustig. Hoe is het? Goed, joh. Hakim, de taakstrafbegeleider van onze tipgever, staat achter de bar. Hij heeft kantinedienst. Verder vooral voetballers die hier vandaag alleen maar zijn om te sporten. Achter de bar ligt de aanwezigheidsmap van de reclassering. Met de namen van de taakstraffers en hun gewerkte uren. Morgen zijn wij dicht, hè? Ja. Woensdag kom ik weer. Woensdag kom ik klaar. Of ik kom of ik ga je bellen. Ja, dan is het klaar. Ja. Hakim had de telefoon uit zijn broek om te kijken wat voor datum het afgelopen vrijdag was. De dag dat onze tipgever zijn straf moest uitzitten. Verstek liet gaan, waardoor zijn uren door Hakim niet zijn afgetekend in de map. Wat is het? Wat was het? Kijk, wanneer 26 of niet? Nee, 27. Vrijdag 27. Hakim schrijft op de aanwezigheidslijst van eergisteren ook de naam van onze tipgever. Terwijl hij er niet was. De voetballers die aan de bar zitten hebben geen idee wat er zich voor hun neus afspeelt. Dan zet Hakim zijn handtekening op de lijst en garandeert dat onze tipgever zijn taakstrafuren heeft voldaan. En daarmee fraudeert Hakim. Iets waar nooit iemand achter komt als de taakstraffer zijn mond houdt. Ook onze tipgever zet zijn handtekening op de aanwezigheidslijst. Die tasjes van ons hebben Hakim. En dan pakt onze taakstraffer geld. Ja, toch. Hakim neemt het geld aan, onder de bar, uit het zicht van de voetballers. 40 euro voor 4 uur taakstraf. Ditmaal is de kantine leeg en zit Hakim te wachten op zijn geld. Maar niet voordat hij gevraagd heeft hoe de taakstraffer zijn vrije dag heeft ingevuld. Hoe was je dagje? Ja, rustig man. Ja, goed. Klaar hè? Ja toch, is klaar nou. Eindelijk man. Gelukkig wel man. Ja. Wil je weg of heb je haast? Ja, ik moet wel zo. Iemand wacht op mij daar zo. Oh, je vriendin? Hè? Ja, niet vriendin. Gewoon zo'n wijfje. Onze tipgever heeft het over de redactrice die de omgeving in de gaten houdt. Maar dat kan hij Hakim natuurlijk niet vertellen. Ik heb hier zo'n 40 voor jou, hè, Hakim? Ja, tuurlijk. En dan die laatste uurtjes klaar gewoon. En weer pakt Hakim 40 euro aan en steekt het geld in zijn broekzak. Dan moet er worden afgetekend. Want pas dan kan de reclassering zien dat de uren ook echt gewerkt zijn. Het is klaar gewoon. Dat dit in werkelijkheid niet is gebeurd maakt Hakim niks uit. Zolang hij zijn geld maar krijgt. Heb je nog gehoord over reclassering? Nee, je hoeft niet, hoor. Nee? Woensdag. Oké. Okay. Woensdag heb ik gezegd dat je klaar bent. Oké, okay, is ja? Goed. Hé, hey, dankjewel. Goed, ja toch, is goed. Als ik jou ooit... Ja toch, als ik terugkom dan regelen we het wel. Ja, tuurlijk. Ja toch. Waarom niet? Is goed Hakim, rustig gaan, ja? Is goed jongen, oké, okay, later. Het is gelukt. En dat bewijst dat het structureel mogelijk is bij deze begeleider een taakstraf af te kopen. Met deze beelden ga ik naar de voorzitter van FC Zoetermeer. Welkom bij FC Zoetermeer. Het bestuur van deze voetbalclub heeft Hakim jaren geleden als taakstrafbegeleider aangenomen. Ik ben benieuwd hoe zij reageren op de corruptie in hun kantine. De voorzitter heb ik eerder gezien. Hij was de man die toevallig aankwam lopen nadat ik Hakim had geconfronteerd. Goedemorgen. Dat is vrijdag. Hoi. Nu confronteer ik deze voorzitter
met de verborgen camerabeelden van zijn medewerker. Nou, hier geeft hij dan die 40 euro. Ja, ik zie dat hij... Er wordt in ieder geval geld gewisseld. Dat is een ding wat helder is. Ja, toch. Dat. Wat vindt u hiervan? Ja, niet acceptabel. Dat, daar kan je alleen maar van zeggen, vind ik, dat dat te betreuren is. Dat ons vertrouwen is van de voetbalclub. Maar ook dat van de reclassering ernstig wordt beschaamd. Dat ook zeg maar, onder onze vlag voor een deel heeft kunnen plaatsvinden. Past ook zeg maar, in die zin. Ben jij dit? Ja. Ja? Dat ben ik. Dat ben ik. Nee, dat weet ik dat jij dat bent. Ja, dat ben ik. En wij... Waar heb je dit gemaakt dan precies? Dat hebben wij gefilmd hier. Ja? Met de verborgen camera. Oké. Nee, serieus. Serieus, ja. Ja. Dat je een taakstraf kunt afkopen, hebben wij gefilmd op verborgen camera. Nee, ik ken nooit. Echt niet. Het dringt maar niet door tot Hakim. Hij heeft zojuist foto's gezien van het verborgen cameramateriaal. En nog blijft hij ontkennen. Maar als ik zeg van we hebben het gefilmd. Ja. We hebben het bewijs dat jij het geld aanneemt. Ja. We hebben het bewijs dat jij aftekent. Ja. Nee, je mag echt met het bewijs komen. Maar... Hoe kun je dat dan ontkennen? Nee, ik kan gewoon niet. Maar jij bent dat niet. Ja, ik kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet wat je zegt. Nee, serieus. Echt, je kunt met bewijzen komen, alles, maar dat kan... Je zult hoe dan ook ontkennen, hè? Hoe dan ook. Nou ja, wij hebben het echt gefilmd. Nee, dat kan niet. Kan niet. Ik heb een hele hoop reacties meegemaakt van mensen. Weglopen, boos worden... Maar echt volledig ontkennen, zoals u nu doet? Okay, ik geef je nu toe, ik zeg je mag voor mij echt met bewijzen komen. Dan zullen we verder zien. Nee, serieus. Ik ga graag in op zijn voorstel en maak een afspraak voor over 2 dagen op dezelfde plek. En zal hem dan met de beelden confronteren. Nou, dan spreken wij af. Dan gaan wij samen naar het filmpje kijken. Zeker. Nee, zullen wij doen, zeker weten. Afgesproken. Zie ik je vrijdag. Een fijne dag verder. Ja. Jullie ook, hè. Succes. Ja. En tot vrijdagochtend. Zeker weten. Ik ben geen mietje. Goedenavond en hartelijk welkom bij Undercover in Nederland. Vanavond krijgt u te zien dat het in Nederland mogelijk is een taakstraf af te kopen. Een jongen met een taakstraf meldt zich bij mij en wil de misstand aan de kaak stellen. En ik wist dat het daar gebeurde. Hoe wist je dat? Ja, omdat ik gewoon wat dingen gehoord heb, gezien heb. Met de verborgen camera laten we zien dat hij gelijk heeft. Ik spreek de fraudeur aan en dat wordt een bijzondere confrontatie. Maar geeft hij het geld? Nee, kan niet, kan niet, kan niet. Kan niet, het is gewoon bijgewerkt. Kan niet, echt niet. Kan niet. Ook doe ik onderzoek naar internetoplichter Pauline van der H. Ik zoek haar thuis op. Dag, Albert of Stegeman. Ik ben hier. Ik vraag het er nog 1 keer. Ja. Kent u Pauline van der ik weet niet waar je heen wil. Nou ja, ik zou heel graag met haar in contact willen komen. Omdat tientallen slachtoffers zich bij ons gemeld hebben. Ja. Zij zeggen opgelicht te zijn. Ja. Want uw vrouw, hè, want dat is uw vrouw toch? Ja, ja. Die zou die spullen ook nooit leveren. Want die heeft zij nooit geleverd. Ja, dan moet je niet bij ons zijn, hè? Dan is uw vrouw toch Pauline? Ja. Ja. Omdat u net zei van niet. Nou ja, ik mag toch eerst even de boom kijken. Ik moet eerst even weten hoe of wat. Is ze thuis? Dat weet ik niet. Ja, dat is goed, wel, ja. Dus. Vindt het goed als we even samen naar uw vrouw toe lopen? Ja, maar ik moet even bij die man even... Hij heeft blijkbaar niet in de gaten dat die man mijn collega is. Ik speel het spel maar even mee. Zouden wij even meneer mee mogen nemen dat we dat straks even regelen? Oké, ja, volg mij. Weet u daar echt niets van? Nee,
wij verkopen, dan kan we of komen het halen of wij leveren het netjes af. Nou, dat is in echt waar. Ja. Heel veel gevallen is dat niet zo. Ja. Zeker wij dat wel. Ik heb hem. Morgen. Dat is vrijdag. Nou, een hele bijzondere reactie. Alles op camera, het overhandigen van het geld, het aftekenen, de telefoontjes. Maar ja, daar gaan we overmorgen samen met hem naar kijken. Straks na de reclame ziet u de merkwaardige reactie van Hakim op de beelden. Ik vind het leuk dat hij gewoon gefilmd wordt. Ik vind dat niet leuk. Tot zometeen. Welkom terug bij Undercover in Nederland. We hebben bewijs van omkoping tegen taakstrafbegeleider Hakim. Tijdens de confrontatie wilde hij niet toegeven dat hij corrupt is. Ik sprak met hem af dat hij 2 dagen later het beeldbewijs van zijn frauduleuze handelingen zelf mag zien. Maar wat Hakim niet weet, is dat we eerder ook een 2e keer geprobeerd hebben een taakstraf af te kopen. Ook toen belde de tipgever met de taakstrafbegeleider om zich af te melden en een afspraak te maken. Ja, ten eerste zit je meneer, goedemorgen. Morgen Hakim. Hey, Hakim, ik kom vandaag niet, ja. Oké, hoe laat kom je? Zullen we morgenavond afspreken? Dat komt beter uit voor mij. Ook, en dan is het goed, Johan, dan teken ik en dan ben je klaar, ja? En hoe laat zit jij morgen? Na 5. Na 5. Gehouden. Ik ben erg benieuwd wat zijn reactie op de beelden zal zijn. Ja. Goedemorgen. Morgen. Nou, goed dat je gekomen bent. Tuurlijk. Ik heb de beelden meegenomen, zoals afgesproken. Ja, tuurlijk. Zullen wij een rustig plekje zoeken om die te bekijken? Zullen we dan even bij mij achter in de auto? Nee, ik vertrouw het niet, nee. Maar waarom in de auto? Ben je hier op straat? Gewoon, maar waarom camera's? Kan de camera's niet... Waar moeten camera's erbij dan? Nou ja, wij zijn van het televisieprogramma. En wij proberen op het moment dat het een misstand is, die misstand ook aan te tonen. Mm-hmm. Dus dat is de reden waarom wij dat willen gaan filmen. Ik geloof je wel. Dus maar wij kunnen toch allemaal lenen. Waarom de camera's erbij en weet ik wel allemaal. Nou ja, omdat wij van het televisieprogramma zijn, hè, wat ik al aangaf. Dat heb ik toch geen zin. Maar waarom? Waarom moet het speciaal camera zijn? De taakstrafbegeleider reageert totaal anders dan de vorige keer en is nu erg achterdochtig. Maar ik vind het leuk dat je gewoon gefilmd wordt. Ik vind dat niet leuk. Maar ik kan jou de beelden laten zien. Ja, ik wil echt graag de beelden zien. Ik wil met je overal heen gaan. Maar waarom camera? Ik wil gewoon in de dag. Ik was helemaal gewoon in de war. Ik dacht, wat gebeurt hier dan? Maar waarom camera? Ik kan toch gewoon naar mij te komen, praten als een man toch? Nou, dus ik ken jou dan lang vandaag. Ik kijk altijd naar uw programma, zeg maar. Maar waarom camera? Nou, omdat het is wat natuurlijk in Nederland niet mag. Het mag, wat mag dat dan? Ik bedoel, niet mag. Een taakstraf afkopen is natuurlijk corruptie. Tuurlijk, ik wil wel bewijs in. Nou, dat heb ik mee. Is de camera's weg, dan kan ik even met je praten. En dan gaan we dat doen? Ja. En dan wil jij met mij daarna gaan kijken? Ja, eerst zonder camera's. Ik wil gewoon met zonder camera's. Dat kan ik gewoon met je doen. Oké. Hakim houdt voet bij stuk. En ik besluit de cameraploeg van een afstand te laten filmen. Een andere man meldt zich bij de begeleider. Vermoedelijk een vriend van hem. Samen bekijken we de beelden vanaf het eerste moment, het telefoontje van onze tipgever. Ja, ik bel alleen jou op, geen reclassering. Oké, nee, school weet ik genoeg. Wanneer zie ik jou? Ken dat morgenmiddag? Kom gewoon een zondagmiddag als je kan. Dat was een taakstraf, hoor. En dan gaat hij daarna langs bij jou in de kantine. Dat is deze, dit is de kantine. Ja. Hoe is het? Goed, joh. Dat ben jij. Wanneer de man het bewijsmateriaal ziet, vervalt hij weer in zijn oude patroon. Ontkennen. Hij komt met opmerkelijke verklaringen. Dan geeft hij het geld. Nee, kan niet. Is er gewoon bijgewerkt. Kan niet. Bijgewerkt gewoon. Dit is gewoon kant en klaar zoals het is? Nee, echt niet. Nee, echt niet. Dat is vrijdag. Nu confronteer ik deze voorzitter
met de verborgen camerabeelden van zijn medewerker. Nou, hier geeft hij dan die 40 euro. Ja, ik zie dat hij... Er wordt in ieder geval geld gewisseld. Dat is een ding wat helder is. Ja, toch. Dat. Wat vindt u hiervan? Dat is niet acceptabel. Dat, daar kan je alleen maar van zeggen, vind ik, dat dat te betreuren is. Dat ons vertrouwen is van de voetbalclub. Maar ook dat van de reclassering ernstig wordt beschaamd. Dat ook zeg maar, onder onze vlag voor een deel heeft kunnen plaatsvinden. Past ook zeg maar, in die zin excuus op dat gebied naar de mensen die er vertrouwen in hebben dat dit hier goed geregeld is op dat gebied. Tijdens de confrontatie bleef taakstrafbegeleider Hakim maar ontkennen. Maar ik sprak met hem af dat hij het bewijsmateriaal mag zien. En dan gaat het dus om de frauduleuze handelingen opgenomen met onze verborgen camera's. En je zou zeggen, ontkennen is nu niet meer mogelijk. Hakim is gekomen en ik loop naar hem toe. Nou, je hebt nu wel woord gehouden. Ik ben erg benieuwd wat zijn reactie op de beelden zal zijn. Ja. Goedemorgen. Morgen. Nou, goed dat je gekomen bent. Tuurlijk. Ik heb de beelden meegenomen, zoals afgesproken. Ja, tuurlijk. Zullen wij een rustig plekje zoeken om die te bekijken? Zullen we dan even bij mij achter in de auto? Nee, ik vertrouw het niet. Nee. Waarom in de auto? Ben je hier op straat? Gewoon, maar waarom kamers? Waar moeten kamers erbij dan? Nou ja, wij zijn van het televisieprogramma. En wij proberen op het moment dat het een misstand is, die misstand ook aan te tonen. Mm-hmm. Dus dat is de reden waarom wij dat willen gaan filmen. Ik geloof je wel. Dus maar wij kunnen toch zo gewoon allemaal lenen. Waarom de kamers erbij en weet ik wel allemaal. Nou ja, omdat wij van het televisieprogramma zijn, hè, wat ik al aangaf. Dat heb ik toch geen zin. Maar waarom? Waarom moet het speciaal kamer zijn? De taakstrafbegeleider reageert totaal anders dan de vorige keer en is nu erg achterdochtig. Maar ik vind het leuk dat er gewoon gefilmd wordt. Ik vind dat niet leuk. Maar ik kan jou de beelden laten zien. Ja, ik wil echt graag de beelden zien. Ik wil met je overal heen gaan. Maar waarom camera? Ik wil gewoon in de dag. Ik was helemaal gewoon in de war. Ik dacht, wat gebeurt hier dan? Maar waarom camera? Ik kan toch gewoon naar mij te komen, praten als een man, toch? Nou, dus ik kan jou dan laten... Ik betaald 150 euro voor de Samsung telefoon en nooit al even gekregen. Ik zeg op marktplaats op zoek naar de Samsung Galaxy S1 voor 170 euro. Vervolgens heb ik niks meer van haar gehoord. Ik heb wel het geld overgemaakt. Dingen opgenomen met onze verborgen camera's. En je zou zeggen, ontkennen is nu niet meer mogelijk. Hakim is gekomen en ik loop naar hem toe. Nou, je hebt nu wel woord gehouden. Ik ben erg benieuwd wat zijn reactie op de beelden zal zijn. Ja. Goedemorgen. Morgen. Nou, goed dat je gekomen bent. Tuurlijk. Ik heb de beelden meegenomen, zoals afgesproken. Ja, tuurlijk. Zullen wij een rustig plekje zoeken om die te bekijken? Zullen we dan even bij mij achter in de auto? Nee, ik vertrouw het niet. Nee. Maar waarom in de auto? Ben je hier op straat? Gewoon, maar waarom kamers? Waar moeten kamers erbij dan? Nou ja, wij zijn van het televisieprogramma. En wij proberen op het moment dat het een misstand is, die misstand ook aan te tonen. Mm-hmm. Dus dat is de reden waarom wij dat willen gaan filmen. Ik geloof je wel. Dus maar wij kunnen toch zo gewoon allemaal lenen. Waarom moeten de kamers erbij en weet ik wel allemaal? Nou ja, omdat wij van het televisieprogramma zijn, hè, wat ik al aangaf. Dat heb ik toch geen zin. Maar waarom? Waarom moet het speciaal kamer zijn? De taakstrafbegeleider reageert totaal anders dan de vorige keer en is nu erg achterdochtig. Maar ik vind het leuk dat er gewoon gefilmd wordt. Ik vind dat niet leuk. Maar ik kan jou de beelden laten zien. Ja, ik wil echt graag de beelden zien. Ik wil met je overal heen gaan. Maar waarom camera? Ik wil gewoon in de dag. Ik was helemaal gewoon in de war. Ik dacht, wat gebeurt hier dan? Maar waarom camera? Ik kan toch gewoon naar mij te komen, praten als een man, toch? Nou, dus ik kan jou dan laten... Ik betaal 150 euro voor de Samsung telefoon en nooit al even gekregen. Ik zeg op marktplaats op zoek naar de Samsung Galaxy S1 voor 170 euro. Vervolgens heb ik niks meer van haar gehoord. Ik heb wel het geld overgemaakt. Ik zoek naar BlackBerry. Ik heb 150 euro betaald. Op dat punt hoorde ik niks meer van eigenlijk. Pauline! Kom maar even. Hallo. Hoi. Kan je me even voorstellen? Dag, Alberto Stegeman.
Ik ben hier. En u weet misschien wel waarom? Ik zou niet weten. Zegt de naam Anja Smit u iets? Nee. Zegt de naam Carla u iets? Nee. Snipper? Nee. Annette? Nee. Bram? Nee. Cisco van Bemelen? Echt niet. Susje? Er zijn tientallen mensen die zich bij ons gemeld hebben. U zou telefoons aanbieden, maar u heeft ze niet geleverd, hè? Nee, ik heb echt niks gedaan. Echt. Nee, maar... Dat is een vals trucje geweest van een of ander iemand. En we hebben echt niks gedaan. Een vals trucje van een of ander iemand? Ja, en we weten wie. Ja. Wie is dat dan? Ja, dat... Heeft u een man daarover ingelicht? Ja. Maar u wist daar niks van, meneer? Nou, nee, ik wil... Omdat... Den Haag heeft het dossier bestudeerd en neemt de zaak hoog op. Het OM heeft Hakim gedagvaard en hij moet op 29 november voor de politierechter verschijnen. Tot zover deze uitzending. Volgende week gaat de uitzending over creditcardfraude. Undercover als koerier. Trap ik een creditcardfraudeur op hete daad. Kijk hoor, je moet even tekenen. Waar gaat u naartoe? Waar gaat u naartoe? Dat en meer ziet u volgende week. Mocht u in de tussentijd tips of suggesties hebben, dan kunt u die kwijt via onze website www.undercoverinnederland.nl. Voor vanavond bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week zondag. Is goed, Hakim. Rustig, ja. Zodra de tipgever heeft betaald, gaat hij weg. Er is niemand die dan nog kan achterhalen of hij zijn taakstraf heeft uitgevoerd. Het enige controlemiddel, de lijst in de map, is namelijk zojuist afgetekend. Het wordt tijd om taakstrafbegeleider Hakim ter verantwoording te roepen. Nou, ik ben in Zoetermeer, bij de FC Zoetermeer in de buurt, om daar de man te confronteren. Een tientje per uur, dan kun je een taakstraf afkopen. Ik ga er nu naartoe. Terwijl ik onderweg ben naar FC Zoetermeer, kijkt een collega of Hakim al aanwezig is. Wij zijn vroeg omdat ik zeker wil weten dat ik hem kan aanspreken voordat hij aan zijn werk begint. De man is inderdaad nog niet aanwezig bij de kantine. Wel wordt er gymles gegeven op de sportvelden van de voetbalclub. En daarom zijn er veel jongeren vandaag. Nou, ik sta op de parkeerplaats van de FC Zoetermeer, links de voetbalvelden. En ik heb uitzicht op de ingang van de parkeerplaats. Als het goed is, komt hij niet met de auto. Hij is hier 3 keer in de week en komt dan op de fiets of lopend naar de kantine. En daar wacht ik hem op. Mij is verteld dat hij vandaag opnieuw hier zou moeten zijn. Om mensen te begeleiden die een taakstraf hebben. En op het moment dat hij eraan komt, dan ga ik hem aanspreken. Volgens de tipgever is het zelfs mogelijk om je hele taakstraf, dus honderden uren, bij deze man af te kopen. Dan ziet mijn collega Hakim richting de kantine lopen en dus richting mijn auto. Waar komt hij aan? Goeiedag. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft het dossier bestudeerd en neemt de zaak hoog op. Het OM heeft Hakim gedagvaard en hij moet op 29 november voor de politierechter verschijnen. Tot zover deze uitzending. Volgende week gaat de uitzending over creditcardfraude. Undercover als koerier. Trap ik een creditcardfraudeur op hete daad. Kijk hoor, je moet even tekenen. Waar gaat u naartoe? Waar gaat u naartoe? Dat en meer ziet u volgende week. Mocht u in de tussentijd tips of suggesties hebben, dan kunt u die kwijt via onze website www.undercoverinnederland.nl. Voor vanavond bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week zondag. Is goed, Hakim. Rustig, ja. Zodra de tipgever heeft betaald, gaat hij weg. Er is niemand die dan nog kan achterhalen of hij zijn taakstraf heeft uitgevoerd.
Het enige controlemiddel, de lijst in de map, is namelijk zojuist afgetekend. Het wordt tijd om taakstrafbegeleider Hakim ter verantwoording te roepen. Ik ben in Zoetermeer, bij de FC Zoetermeer in de buurt, om daar de man te confronteren. Een tientje per uur, dan kun je een taakstraf afkopen. Ik ga er nu naartoe. Terwijl ik onderweg ben naar FC Zoetermeer, kijkt een collega of Hakim al aanwezig is. Wij zijn vroeg omdat ik zeker wil weten dat ik hem kan aanspreken voordat hij aan zijn werk begint. De man is inderdaad nog niet aanwezig bij de kantine. Wel wordt er gymles gegeven op de sportvelden van de voetbalclub. En daarom zijn er veel jongeren vandaag. Nou, ik sta op de parkeerplaats van de FC Zoetermeer, links de voetbalvelden. En ik heb uitzicht op de ingang van de parkeerplaats. Als het goed is, komt hij niet met de auto. Hij is hier 3 keer in de week en komt dan op de fiets of lopend naar de kantine. En daar wacht ik hem op. Mij is verteld dat hij vandaag opnieuw hier zou moeten zijn om mensen te begeleiden die een taakstraf hebben. En op het moment dat hij eraan komt, dan ga ik hem aanspreken. Volgens de tipgever is het zelfs mogelijk om je hele taakstraf, dus honderden uren, bij deze man af te kopen. Dan ziet mijn collega Hakim richting de kantine lopen en dus richting mijn auto. Daar komt hij aan. Om mensen te begeleiden die een taakstraf hebben. En op het moment dat hij eraan komt, dan ga ik hem aanspreken. Volgens de tipgever is het zelfs mogelijk om je hele taakstraf, dus honderden uren, bij deze man af te kopen. Dan ziet mijn collega Hakim richting de kantine lopen en dus richting mijn auto. Waar komt hij aan? Goeiedag. Mag ik me voorstellen? Dag. Alberto Stegeman. Ja. Ik ben van Undercover in Nederland. Ja. En jij bent hier om wat te gaan doen? Ik ben de begeleider van taakstrafcircus in Nederland. En jij moet ervoor zorgen dat dat allemaal soepeltjes verloopt? Ja, dat doe ik bijna 7 jaar. 7 jaar, 8 jaar. Ik ben benieuwd of hij doorheeft waarom ik hem aanspreek, of hij iets vermoedt. En daarom stel ik nog wat algemene vragen. Hoeveel taakstraf mensen komen dan bij je? 2, 3, 4, 5, ligt aan. Elke keer anders. Je zegt er komen een x-aantal mensen komen hier een taakstraf uitzitten. Maar ik heb begrepen dat je ook hier je taakstraf kunt afkopen. Nee, kan niet. Kan niet. Dat doe ik 10 jaar. Nooit geweest. Kan echt niet. Maar dat weet je zeker? Dat weet ik zeker. Dat heeft niemand ooit bij jou gedaan? Dat heeft nooit bij mij iemand gedaan, nee. Echt niet. Niet voor een tientje per uur? Nee, echt niet. Dat is nooit gebeurd. Dus het is niet zo dat je dan naar jou toe gaat? Ja. En dat je zegt van, nou ja, weet je, bel maar op. Je gaat die taakstraf niet uitvoeren. Ja. Je krijgt een moment om naar mij toe te gaan en dan teken ik af. Ja. Nadat ik het geld heb ontvangen. Nee, dat kan niet. Het is niet zo dat jij ooit geld hebt ontvangen van mensen die een taakstraf moeten uitzitten. Nee, kan echt niet. Kan nooit, echt wel. Nee, zeker weten. Je hebt zeg maar 100%. Ja, dat je het zeker weet, maar je hebt ook nog 99,9%. Nee, twijfel je niet ergens? Nee, ik twijfel nergens ergens. Ik vind het gewoon heel vreemd. Ook niet nu ik er wat op doorga. Nu denk je niet van, nou misschien dat hij dan toch wel gelijk heeft. Nee, dat ik niet. Helemaal niet. Ik denk gewoon, ik vind het gewoon zelf heel vreemd. Ik doe het heel lang, weet je. Ik heb dat soort nooit van gehoord. Nooit, echt niet. Maar stel nu, hè.
maken dat ondertussen zijn werkbegeleider criminele activiteiten ontplooit. Dat probleem wil hij aan het licht brengen en daarom schakelt hij mij in. Hij legt uit hoe de werkbegeleider fraudeert. Ja, ik bel hem op dat ik niet kom. En hij zegt mij een tijd en een dag dat ik moet komen om het geld te geven en af te tekenen. En dat doe ik alsof ik dit al geweest ben. En die map gaat vervolgens naar de reclassering? Ja. En daar zien ze alleen maar dat je gewerkt hebt? Ja. Maar niet dat je het uiteindelijk hebt afgekocht? Ja. Er zijn meer mensen die hun taakstraf daar moeten uitvoeren. Merken die niets? Nee. Want ze missen jou daar dan toch? Ja, maar ja, ik kan ziek zijn. Hoe gaat dat dan? Want die man, die gaat over jullie taakstraf. Jullie moeten je werk verrichten. En dan wordt er in een map bijgehouden dat jij de uren hebt gewerkt. Ja. Hoe werkt dat precies? Daar staan je gegevens in en je uren. Dat wordt bijgehouden. Als je klaar bent, dan teken je uren af. En dan ga je weg. En daar is die man altijd bij? Daar is hij altijd bij. Ben jij de enige die de taakstraf daar afkoopt, volgens jou? Ik denk het niet. Het is eerder gebeurd. Misschien gebeurt het op dit moment niet, maar ik weet dat het eerder is gebeurd. Je kent andere mensen die ook hun taakstraf hebben afgekocht bij dezelfde man? Nee, ik ken ze niet persoonlijk, maar van horen. Ik moet op dit moment afgaan op het verhaal van één tipgever. Maar om de misstand aan te tonen heb ik meer bewijs nodig. En dat lijkt haalbaar, aangezien de taakstraf nog een aantal uren heeft openstaan en graag wil meewerken aan een verborgen camera-operatie. Ik overhandig de tipgever een bodywarmer waar een verborgen camera in zit weggewerkt. Ik sluit de apparatuur aan en de tipgever kan nu bewijzen gaan verzamelen die we nodig hebben om zijn taakstrafbegeleider aan te pakken. Ik zeg, zet hem op. Ja, is goed. Ga mee? Ja, gaat lukken. Een paar minuten voordat hij zijn taakstraf moet uitvoeren, belt hij naar zijn taakstrafbegeleider die op dat moment al aanwezig is in de kantine van FC Zoetermeer. Onze tipgever meldt zich af en de begeleider lijkt wel te weten waar hij op aanstuurt. Kantine Zoetermeer, goedemorgen. Hé, hey, morgen Hakim. Ja. Hé, hey, Hakim, ik kom vandaag niet, ja? Ik bedoel... Ja. Ik bel alleen jou op, geen reclassering. Oké, nee, is goed, weet ik genoeg. Wanneer zie ik jou? Ken dat morgenmiddag? Kom gewoon een zondagmiddag als je kan. Zondagmiddag, oké, is goed hoor. Ja? Ongeveer. Rond de 12 uur, 1 uur, zoiets. Oké, is goed, Aki. Later. Nou, dat betekent dus dat je een afspraak hebt? Ja. Je hoeft nu niet te komen? Nee, ik hoef niet te komen. Morgenavond alleen geld brengen en aftekenen. En dan is het klaar. En dan denkt de reclassering. Een internetoplichter Pauline van der H. Ik zoek haar thuis op. Dag, Albert of Stegeman. Ik ben hier. En u weet misschien wel waarom? Dat en meer vanavond in Undercover in Nederland. Oplichters wanen zich op internet vaak veilig. Van achter de computer bedenken ze valse plannen om zoveel mogelijk illegaal geld te verdienen. Pauline van der H. is zo'n vrouw. Ze kwam er al die tijd mee weg. Tot vandaag. Pauline van der H. doet zich op verkoopsites voor als betrouwbare handelaar in gewilde en dure telefoons. Veel geïnteresseerden maakten veel geld over, maar kwamen bedrogen uit. Want Pauline van der H. leverde de spullen nooit. De slachtoffers zijn razend. Ja, het is een oplichter en het is een bitch eigenlijk. Ik hoop dat het vast komt te zitten en tot de lesje leert eigenlijk. Pauline van der H. vind ik een ontzettend kutwijf en ontzettend laf. Om op deze manier mensen op te lichten, sowieso om mensen op te lichten. Pauline van der H. vind ik een gore oplichter. Het vertrouwen op internet wat te koop is en hierdoor dus gewoon naar nul gehaald. Pauline van der H. heeft verschillende advertenties op Marktplaats. En ik maak een afspraak om bij haar thuis een telefoon aan te schaffen.
Ze woont hier om de hoek. Ik rij naar het adres van de oplichter en twee redacteuren gaan zich voordoen als kopers. Het wordt tijd om Pauline te ontmaskeren. Hallo. Ook hoofddader Pauline van der Haar blijkt aanwezig. Nu nog proberen haar of haar man naar buiten te lokken. Deze vrouw verkoopt echt alles dat los en vast zit. Ze biedt spullen aan onder een valse naam. Maar wel zijn er steeds haar rekeningnummers en haar IP-adres waar vandaan alles verkocht wordt. De telefoon die wij bij haar kopen bestaat wel echt. En dit zijn de valse namen die ze gebruikt heeft. Anja Smit, Carla, Paula Smit, Paulina Smit, Pauline Smit, Snipper, Annette, Bram, Cisco van Bemelen, Suusje. En de gebruikte e-mailadressen zijn ook talrijk. Ik zie er zeker 20. Ze heeft niet in de gaten dat al haar illegale zaakjes met een verborgen camera worden vastgelegd. We mogen ervan uitgaan dat er tegen jou geen onderzoek wordt gestart. Nee. Want heb je meegekregen dat ze dat wel gaan doen tegen Hakim? Ja, dat heb ik wel gehoord. Wat vind je daarvan? Ja, goed. Gerechtigheid. Gerechtigheid, ja. Wat gaat u doen? Nou, ik ga met deze beelden naar het Openbaar Ministerie. Ik ga hier aangifte van doen, want ik vind dat we die niet over onze kant willen kunnen laten gaan. Wij moeten betrouwbaar zijn als organisatie. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, een taakgestrafte heeft iets misdaan. Daar staat een straf tegenover en die straf moet ondergaan worden. Die moet uren maken. En op die manier om uren af te kopen, ja, dan haal je het hele rechtssysteem onderuit. Dat kan gewoon niet. Ik ben er echt heel boos over. Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft het dossier bestudeerd en neemt de zaak hoog op. Het OM heeft Hakim gedagvaard en hij moet op 29 november voor de politierechter verschijnen. Tot zover deze uitzending. Volgende week gaat de uitzending over creditcardfraude. Undercover als courier. Trap ik een creditcardfraudeur op hete daad. Kijk hoor, je moet even tekenen. Waar gaat u naartoe? Waar gaat u naartoe? Dat en meer ziet u volgende week. Mocht u in de tussentijd tips of suggesties hebben, dan kunt u die kwijt via onze website www.undercoverinnederland.nl. Voor vanavond bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week zondag. Is goed, Hakim. Rust gaan, ja. Zodra de tipgever heeft betaald, gaat hij weg. Er is niemand die dan nog kan achterhalen of hij zijn taakstraf heeft uitgevoerd. Het enige controlemiddel, de lijst in de map, is namelijk zojuist afgetekend. Het wordt tijd om taakstrafbegeleider Hakim ter verantwoording te roepen. Ik ben in Zoetermeer, bij de FC Zoetermeer in de buurt, om daar de man te confronteren. Een tientje per uur, dan kun je een taakstraf afkopen. Ik ga er nu naartoe. Terwijl ik onderweg ben naar FC Zoetermeer, kijkt een collega of Hakim al aanwezig is. Wij zijn vroeg omdat ik zeker wil weten dat ik hem kan aanspreken voordat hij aan zijn werk begint. De man is inderdaad nog niet aanwezig bij de kantine. Wel wordt er gymles gegeven op de sportvelden van de voetbalclub. En daarom zijn er veel jongeren vandaag. Nou, ik sta op de parkeerplaats van de FC Zoetermeer, links de voetbalvelden. En ik heb uitzicht op de ingang van de parkeerplaats. Als het goed is, komt hij niet met de auto. Hij is hier 3 keer in de week en komt dan op de fiets of lopend naar de kantine. En daar wacht ik hem op. Mij is verteld dat hij vandaag opnieuw hier zou moeten zijn. Hakim had de telefoon uit zijn broek om te kijken wat voor datum het afgelopen vrijdag was. De dag dat onze tipgever zijn straf moest uitzitten, verstek liet gaan, waardoor zijn uren door Hakim niet zijn afgetekend in de map. Wat is dat? Wat was dat? Kijk, wanneer 26 of niet? Nee, 27. Vrijdag 27. Hakim schrijft op de aanwezigheidslijst van eergisteren ook de naam van onze tipgever, terwijl hij er niet was. De voetballers die aan de bar zitten hebben geen idee wat er zich voor hun neus afspeelt. Dan zet Hakim zijn handtekening op de lijst en garandeert dat onze tipgever zijn taakstrafuren heeft voldaan. En daarmee fraudeert Hakim. Iets waar nooit iemand achter komt als de taakstraffer zijn mond houdt. Ook onze tipgever zet zijn handtekening op de aanwezigheidslijst.
kastjes van ons even bekijken. En dan pakt onze taakstraffer geld. Ja, toch. Schotter. Hakim neemt het geld aan, onder de bar, uit het zicht van de voetballers. 40 euro voor 4 uur taakstraf. Ja toch, ik ga je laten weten, ja, of ik zie je woensdag of ik geef je een belletje, ja? Ja, is goed. Is goed, Hakim, rustig aan, ja. Zodra de tipgever heeft betaald, gaat hij weg. Er is niemand die dan nog kan achterhalen of hij zijn taakstraf heeft uitgevoerd. Het enige controlemiddel, de lijst in de map, is namelijk zojuist afgetekend. Het wordt tijd om taakstrafbegeleider Hakim ter verantwoording te roepen. Ik ben in Zoetermeer, bij de FC Zoetermeer in de buurt, om daar de man te confronteren. Een tientje per uur, dan kun je een taakstraf afkopen. Ik ga er nu naartoe. Terwijl ik onderweg ben naar FC Zoetermeer, kijkt een collega of Hakim al aanwezig is. Wij zijn vroeg omdat ik zeker wil weten dat ik hem kan aanspreken voordat hij aan zijn werk begint. De man is inderdaad nog niet aanwezig bij de kantine. Wel wordt er gymles gegeven op de sportvelden van de voetbalclub. En daarom zijn er veel jongeren vandaag. Nou, ik sta op de parkeerplaats van de FC Zoetermeer, links de voetbalvelden. En ik heb uitzicht op de ingang van de parkeerplaats. Als het goed is, komt hij niet met de auto. Hij is hier 3 keer in de week en komt dan op de fiets of lopend naar de kantine. En daar wacht ik hem op. Mij is verteld dat hij vandaag opnieuw hier zou moeten zijn.